Ik ben Tracy Metz. Dit is Stadsleven. Het is een grondrecht. Een recht om te gaan en te staan waar je wil. Dus om je te verplaatsen. Eeuwenlang was er maar een beperkt aantal manieren om dat te doen. Te voet, te paard, te fiets, later met de trein en nog later met de auto. Overal in de stad nu vechten scooters, fietsers, voetgangers en motorvoertuigen om de schaarse ruimte. De straten worden met al dat geparkeerde schroot, ook op de stoepen, niet aantrekkelijker op. Zeker niet voor de minder mobiele weggebruiker. Op het blog Verkeersnet heeft Walter Ploos van Amstel onlangs een mooi stuk geschreven waarin hij zei: we zijn overmobiel geworden. We lijden aan een soort, dat zijn dan weer mijn woorden, we lijden aan een soort vervoersobesitas. Steden kreunen onder die overmobiliteit, schrijft Walter. Mobiliteit is niet, al lang niet meer inclusief en eerlijk. En dat willen we natuurlijk niet. We zien allemaal de strijd om de ruimte zich op het wegdek afspelen. Ik heb ook overwogen om deze aflevering Oorlog op het wegdek te noemen. Maar ik dacht, nou, dat is misschien een beetje heel erg krijgshaftig. Dus laten we het eerst even houden bij de vraag van wie is de weg eigenlijk? Want er zijn zoveel eigenaren, zoveel gebruikers. En het is een wonderlijke paradox die ik hier zie. Enerzijds die bijna onbegrensde behoefte aan onderweg zijn levert allerlei leuke, kekke, handige, milieuvriendelijke vondsten op. De fietsrikscha, nou, toch altijd beter dan een taxi. De Biro en de Kanta, die zijn sneller dan de fiets of dan lopen, maar heel handig klein. De step, allemaal op zichzelf prima oplossingen. Het probleem, denk ik, is de veelheid en vooral het verschil in snelheid die het verkeer chaotischer en gevaarlijker maken. Ik ben heel benieuwd, hoeveel van jullie hebben het gevoel niet meer op hun gemak te zijn in het verkeer als voetganger of bijvoorbeeld op de fiets? Nou, toch wel echt een dikke helft. En dat zijn, heb ik gezien, echt niet allemaal mensen van boven de 65. Het is niet alleen ouderen die het gevoel hebben veel beter te moeten opletten, veel alerter te moeten zijn en dat er ook dat ze gewoon al heel snel onder de voet gelopen worden. Die toename aan voertuigen plus het geleidelijk uitwerken van de auto leiden tot allerlei nieuwe ruimtelijke oplossingen. Daar gaan we het vanavond ook over hebben. De shared space achter Centraal Station bijvoorbeeld is er één. De fietsstraat waar de auto te gast is. De leefstraat waar de auto tijdelijk eruit gaat om plaats te maken voor bankjes en kunstgras. Ik vind het heel interessant om in dat hele gesprek over dit onderwerp dat ontzettend levendig is. Iedereen vindt hier iets van, iedereen ervaart iets. Dat in dat hele gesprek is het vanzelfsprekend geworden dat de auto geleidelijk aan eruit geschoven wordt. 20 jaar geleden was dat ondenkbaar. Ik kan me heel goed herinneren dat er op het Leidseplein werd geparkeerd. Althans, dat weet ik uit foto's, maar dat was niet zo heel lang geleden. Op het Amstelveld was er ook één groot parkeerterrein. Het is allemaal ondenkbaar nu. Dus we hebben eigenlijk in relatief korte tijd de hele machtsverhouding binnen het vervoer en de bereikbaarheid zien veranderen. Naarmate ik meer me in dit onderwerp ging verdiepen in de aanloop naar vanavond, ging ik me meer afvragen, wat is er eigenlijk allemaal wel niet op de weg? Nou, ik ben een lijstje gaan maken en ik vond het verbijsterend. Daar komt-ie. Oh, ik ben vergeten mijn gasten te introduceren. Excuus. Die zal ik zo aan jullie introduceren. Gaan we naar de lijst met vervoersmiddelen. Oké, natuurlijk, het openbaar vervoer. De tram. De bus. We hebben ook nog trolleybussen. Deze komen uit Arnhem. En dan hebben we ook nog individuele voertuigen. De auto. De motorfiets. De Kanta. De Biro. De fiets. Heel veel fietsen. De bakfiets. De elektrische fiets. Heel mooi, maar die gaan wel heel erg hard in het stadsverkeer. De scooter. Ook heel slim, maar die pikt wel het fietspad in. En er zijn hele krijgshaftige verdedigers van het fietspad in Amsterdam. De elektrische scooter. Die pikt niet alleen het fietspad in, maar je kan hem ook niet horen aankomen.
de Segway. The machine we all love to hate. De tuk-tuk, daar gaan we vanavond ook meer over horen. De scootmobiel. En ik heb zelfs laatst zien rijden de tandem scootmobiel. Kennen jullie die ook? We hebben tegenwoordig ook als stadsvervoer skateboards. We hebben ook, en dat zie je aan de snelheid van het asfalt, we hebben ook elektrische skateboards. En we hebben de step, naar mijn idee, opgewaardeerd van kinderspeelgoed tot persoonsvervoer. Gelukkig, we zijn net af van de paardenkoets. Nou, dat ding kon ik echt missen als kiespijn. Hallo, hallo. En we hebben ook de... En we zijn ook gelukkig nu verlost van de bierfiets. Maar er komen alweer nieuwe uitvindingen aan. En dat is bijvoorbeeld iets wat enorm op geld doet nu. De kleine elektrische step. Deze foto heb ik zelf gemaakt van de week in Barcelona. En op social media toen dit rondging heb ik van allerlei mensen gehoord dat je die tegenwoordig ook hebt in Detroit, in Antwerpen, in Parijs, in Tel Aviv, in Brussel. Overal. En hij is ook al gesignaleerd in Amsterdam. Iemand wist me te vertellen dat er nog wel een boete van €380 op zit. Maar je voelt het, het komt eraan gewoon. En dan heb je ook nog een soort stepscooter, een grote elektrische step. Deze foto heb ik zelf ook gemaakt in de Utrechtse straat. Ik had dit ding nog nooit gezien. De iGo, de iGo. Iets tussen een step en een scooter in, met hele dikke banden. En dan ook nog iets waarvoor je enige rijvaardigheid moet hebben, de elektrische eenwieler. Heel grappig dingetje natuurlijk. En vorige week zag ik ook iets nieuws, de Segway Mini Pro. Dat meisje vertelde me nog dat ze dat op Amazon had gekocht. Dus het is echt binnen ieders bereik. Ik noemde al de tuk-tuk. Schattig, gaan we het zo meer over hebben. De fietsrickshaw in oude gedaante, maar ook in hele hippe nieuwe gedaante. De stint, de veelbesproken stint. Hier van PostNL en ik weet zeker dat de stint in een nieuwe verbeterde versie ook wel terug gaat komen. Want dat zijn gewoon superhandige dingen. Altijd beter dan een bestelbus, niet waar? En de nieuwste lood aan de stam heb ik gezien deze week op de blog te zien. Dat is de Biomega. Een soort opgevoerde bureaucanta in een nieuw jasje gestoken. Degene die ik nog niet heb genoemd is natuurlijk degene die wij allemaal ook wel eens zijn, namelijk de voetganger. Als je ze allemaal bij elkaar optelt, het zijn er 30. Het zijn er 30. Geen wonder dat er oorlog woedt op het wegdek. Ik heb vanavond 6 gasten. We gaan het hebben over water, we gaan het hebben over vervoersmiddelen, we gaan het hebben over de weg zelf en hoe je die slimmer kunt inrichten. En ik wilde beginnen met mijn eerste gast, voordat ik naar Ruan Alouihare ga van de gemeente. Mijn eerste gast is Marieke de Bra. Marieke. Alsjeblieft. En Marieke is de maker van de beelden die jullie tijdens de inloop hebben gezien. Zij is fotografe en fotografeert, zal ik zeggen, fietssituaties. En ja, ook bijna conflicten op de fiets. Ja, ik ben van de... Ja, voor mij mag er dus nog eentje bij in die opsomming die je net noemde. Namelijk de toerist op de fiets. Is dat een eigen soort? Ja, vind ik wel. Want voor mij hebben speciaal deze weggebruikers het best wel onveilig gemaakt. Ik heb niet zoveel last van de overige drukte in de stad. Maar het begon me op te vallen dat met het toerisme dus ook de toeristen op de fiets en de overstekende toeristen, dat die voor mij een probleem vormen. En dat heb ik, ben ik in beeld aan het brengen nog steeds. En het is een ongoing project. Ik heb het van de zomer gefotografeerd en ik ben het nu aan het filmen. Ja, ja. En je hebt het ook op Instagram met de hashtag Tours versus Bikes. Ja. En dat doet het goed, hè? Ik zie dat je veel likes krijgt. Ja, klopt. Ja, er zijn heel veel mensen die het herkennen. En die het ook heel fijn vinden dat het in beeld gebracht wordt nu. Ja. Want het is natuurlijk... ik geef nu een gezicht aan hun frustratie ook eigenlijk. Mm. Tenminste, dat is mijn theorie daarover. Ja. Voel jij jezelf onveilig in het verkeer? Ja. Ja, dat is echt de reden ook. Normaal gesproken, ik ben niet van origine straatfotograaf of straatvideograaf, filmer.
Maar ik voelde me wel echt genoodzaakt dit op te pakken, omdat het mijzelf zo frustreert. Mm-hmm. En mijn situatie dus verslechtert. Ja. Ik vond het heel mooi dat je me vertelde dat je juist door het filmen en fotograferen ervan, heb je een rol in het verkeer. Ja. Het geeft je een reden juist om die situaties op te zoeken. Ja. Ja, ik vind het nu wel leuk om toeristen tegen te komen. Ben je ineens blij dat een toerist voor je langs loopt? Ja, nee, ja dat is sowieso wel een fijne bijkomstigheid van het werken met beeld. In mijn geval film en fotografie. Omdat het, ik kan mijn frustratie transformeren naar iets moois of naar iets grappigs of iets wat anderen herkennen. Ik kan daar op die manier ook anderen weer misschien wat meer een glimlach op het gezicht. Dus als iemand ineens stom oversteekt zonder te kijken, denk je niet meer GVD, maar ha, fijn. Ja, denk ik heb eens. Ja. Ja. We moeten allemaal gaan filmen, ik hoor het al. Ja. Maar hoe doe je dat? Heb je de camera vastgemaakt op je borst of hoe werkt dat? Eigenlijk is het een beetje hypocriet van mezelf, want ik fotografeer met een gimbal en die hou je dus zo vast. Dus ik fiets met één hand, wat dus ook niet per se heel veilig is. Maar ik vind dat ik eerder met één hand zou mogen fietsen dan een toerist. Dat dan wel. En het viel me op als je naar veel van die Instagram filmpjes achter elkaar kijkt. Je blijft zo beleefd. Veel beleefder dan ik, moet ik eerlijk bekennen. Ja, ik ben niet zo in mijn hoofd. Ik hoor je elke keer heel netjes zeggen, pardon. Ja, daarom heb ik nu ook die hoorn. Want dan kon ik iets meer van mijn frustratie in kwijt. Omdat ik ook, het voelt ineens zo, het voelt wel ineens heel echt. Die frustratie wordt wel ineens heel echt als ik zelf ook heel boos word. En ik heb ook geen zin om er een haat, of om er een oorlog van te maken. Ja, ja. En hoe... Wat ga je hier verder mee doen? Overigens, vond ik nog heel leuk om te vermelden, Marieke heeft ons de primeur gegund van de fotoserie. De Instagram-filmpjes waren natuurlijk al op Instagram, maar dit is de eerste keer dat we de foto zien en dit probleem zich in zijn volle omvang zich aan ons opdringt. Ja, klopt. Wat wil je ermee verder? Ga je nog door? Nou, ik kan niet meer fietsen zonder gimbal, want dan frustreer ik me. Dus ik blijf filmen. En ik kan eigenlijk niet wachten op de zomer, want volgens mij komen dan de echte situaties. Ik ben begonnen met de filmpjes in september. Ja, dan is het natuurlijk net een beetje voorbij. Maar ik wacht eigenlijk met smart op het hoogseizoen nu. Om te kijken wat ik allemaal kan pakken, want er komt genoeg voorbij. Ga je op jacht? En wil je nog steeds verhuizen uit de stad? Want dat heb je ook overwogen. Na de zomer misschien, ja. Oh. Ja, eerst even filmen in de zomer en dan... En dan ga ik misschien verhuizen. Okay, ja. Okay. Nou, hashtag tourists versus bikes. En het is om te lachen, maar ook om te huilen. Ja, en film vooral zelf en hashtag, gebruik de hashtag, zou ik zeggen. Dat is een leuk idee. Ja, dus dan deel je ook frustratie. Met één hand fietsen. Ja. Of iets monteren op je stuur. Ja. Dankjewel. Marieke de Bra. Nee. Voordat we naar onze eerste gast gaan van vanavond, of eerste spreker, wil ik graag een paar dingen van jullie weten. Wie heeft nog een auto? Oké. Wie gebruikt de auto meer dan één keer in de week? Oh, dat is alweer significant minder. Wie vindt het terecht dat de parkeertarieven in het centrum naar 7,5 euro per uur gaan? Ja, wat een altruïsme. En Ja, zeker. En sommige mensen zeggen eigenlijk idioot veel minder. Maar en wie deelt het gevoel van Marieke van onveiligheid in het verkeer door de toeristen? Nou ja, dat is gewoon nagenoeg iedereen. Wie is zelfs opgehouden te fietsen omdat het zo druk en onoverzichtelijk is geworden? Ah, hier nog niet. Ja, dat denk ik wel. Maar inderdaad, volgens mij zijn heel veel mensen van boven de 70 opgehouden te fietsen, omdat het inderdaad onoverzichtelijk is. Dus volgens mij hebben we hier echt een onderwerp te pakken. Ik ga nu
de formulieren rond laten circuleren om je in te tekenen op de nieuwsbrief van Stadsleven. En dan, terwijl jullie dat doen, geef ik de vloer aan onze eerste spreker van vanavond, Ruwan Aluwihare. En Ruwan is... Heb je de klikker? Nee. Oh, waar is de klikker? Oh, hier. Oké. Ruwan is ontwerper bij de gemeente Amsterdam, ontwerper van openbare ruimte. Heeft de bijnaam op de afdeling R&D Mr. Fiets. En is ook de bedenker van de shared space achter Centraal Station. En van de fietsparkeergarages bij Beursplein en het herontwerp van die pleinen. Ja. Dus je hebt echt je drukt een grote stempel op Amsterdam. Dus ik verheug me op je verhaal, Ruwan. Dankjewel. Goedenavond. Ja, Mr. Fiets is een oude koosnaam voor mij toen ik eigenlijk een roepende in de woestijn was. Bij R&D als, we moeten iets met de fiets doen. En er waren eigenlijk heel veel mensen die bezig waren met de fiets. Mijn verhaal gaat om het veranderende straatbeeld in de stad. Eigenlijk gedreven door de fiets. Het heeft 50 jaar geduurd. Ik weet niet of jullie... iedereen deze foto's kennen, het zijn heel beroemde foto's. Wij hadden eigenlijk helemaal geen fietsbeleid in de stad tot de 70 jaren. En fietsbeleid kwam onder druk van deze mensen. Dat is de Rozengracht die helemaal vastgezeten werd door duizenden fietsers. Met het eis gewoon, wij willen fietsbeleid. Dat stond echt op de plakkaten, wij willen fietsbeleid. Gingen heel veel kinderen dood in die tijd. Moet je kijken, 400 plus slachtoffers. 2010, 14 tijdens die foto. Wow. En nu is het rond de 4. En rond de 4 is een paar fietsers en een paar anderen. Dus veiligheid was eigenlijk de soort driving force om fietsbeleid te maken. Maar dat heeft wel geleid, hè, met parkeerbeleid en alles. Nou, dit is een prachtige serie wat het Parool heeft, de déjà vu. Dezelfde plek. Nu al gefotografeerd, je ziet eigenlijk heel erg makkelijk wat een enorme verschil is dit geworden. En ik weet niet of jullie de stad toen kenden. In de 70 jaren was het best wel een verloederde stad. Hè. Er waren heel veel plekken. Dus ik ben er echt van overtuigd, als die openbare ruimte van een stad niet goed is en leefbaar is, gaat de stad langzaam door. Een beetje Amerikaanse les, zeg maar ook. Ja, veranderende straatbeeld, veel parkeer uit de weg. En ook de fiets als toeristische attractie. Hè. De gigantische groei van de fiets. Die hebben ons ook als ambtenaren totaal verrast. Ondanks ons beleid. Dat heeft geleid tot eigenlijk best wel chaotische taferelen. Dit is Frans Mondeman. De uitvinder van Shared Space. En dan moet ik even nuanceren. Hij is een held van mij. Ik had hem in 2000, jaar rond 2000, 2001 naar Amsterdam uitgenodigd. Om een lezing te geven hier. En hij wordt met heel veel scepties ontvangen. Echt van, oh, het is te onveilig, kan niet, enzovoort, enzovoort. En hij is een held in Zweden en in Engeland, hè, waar heel veel shared space is uitgevoerd. Maar onze zuidelijke buren, hè, dat zijn Italianen, Spanjaarden, maar ook in Azië en in Afrika, waar eigenlijk, daar is een andere ding, dat is, wij houden niet van regels, is shared space natuurlijk best wel een natuurlijke verschijnsel. Hè. Geen lijnen op straat, zoek het maar uit. Communiceren met elkaar. En dat was zijn filosofie. Wij overreguleren de stad, waardoor we niet contact hoeven te maken. Wij opeisen onze eigen stuk grond en dan gaan we gewoon knallen. Dat is eigenlijk het probleem met overreguleren. De shared space achter het Centraal Station, ik heb het ooit geopperd, jaren geleden. Het is uitgewerkt door andere mensen, dus eer waar eer moet. Maar dit was nou een plek waar eindeloos veel ontworpen is, maar je komt er gewoon niet uit. Dus uiteindelijk dacht men, misschien is shared space toch wel het beste. Toen word ik ingeschakeld als een soort PR-adviseur van dit project, omdat er heel veel mensen vonden dit heel erg eng. Mensen verwachten echt dat de doden zou vallen die eerste dagen. En toen werd het geopend en het Parool die was daar de hele dag. En dat was de kop op het Parool. Dat gebeurde gewoon niet. Het was een soort wonder. We hebben het 3 maanden lang gefilmd, geanalyseerd en geconcludeerd dat op zo'n locatie waar regels eigenlijk alleen maar dingen erger zou maken, veel beter zou zijn op een manier zoals die uitgevoerd is. Maar ik heb wel een vraag erbij, als we dat nou 1000 keer in de stad doen, of die verrassingseffect weg is, waardoor
de aard van de mens weer het overneemt. Hè? Dat weet ik dus niet. Dit is ook een geslaagd experiment, Pilot Savatistraat. Ik weet niet of, nou jullie kennen het vast wel, ik fiets het elke dag. Er was een 1,5 meter fietsstrook en als je uit die strook kwam, ging die auto stoeteren. Wij hebben op een gegeven moment die pilot gedaan. Zeg maar dat de fietspartners en die auto's moeten daar achterblijven. Nou, dat heeft geleverd dat deze route wordt dus door 12% meer fietsers gebruikt. En 70% van alle fietsers die hierop zitten zijn geen snelfietsers. Die zijn 3 fietsers naast elkaar, schoolgaande kinderen met ouders naast elkaar. En die praten wat en die gaan langzaam naar hun bestemming. Enkele fietsers hebben gewoon in de midden gewoon heel veel ruimte om heel snel te gaan. Dus ik denk dat dit beeld steeds vaker herhaald gaat worden. Ja, dit is ook shared space. Ecologie, hè. Dat is echt een foto. Ik heb het niet geshopt in de pijp. En ook het uitdoen van verkeerslichten. Verkeerslichten kosten 3 ton per jaar. Elektriciteit, onderhoud, enzovoort, enzovoort. Maar op sommige plekken is het echt onzinnig. En ik fiets dus elke dag toen en heb ik gezegd, misschien is het een idee om het even uit te doen, die lichten. Nou ja, de doorstroming is veel verbeterd en degene die eigenlijk eiste dat er verkeerslichten zijn, dat is een gemeentevervoerbedrijf, die heeft maar 5 seconden tijd over een hele dag verloren. Dus het is veel beter voor iedereen en de GVB blijft ongeveer neutraal. Dus dat moeten we ook gewoon heel goed kijken. Dit is ook een hele leuke onderzoek. Hoeveel tijd heb ik nog, Tracy? 6 minuten. Oké. We hebben de UvA gevraagd en onze fietsprofessor Marco van Brommelsroet die zegt de fietschoreografie van de kruispunten in beeld te brengen. Dus hij heeft films gemaakt van de 10 ergste kruispunten van Amsterdam voor de fietsen. En dit zijn de lijnen die eruit kwamen. Wat ook heel leuk was, dat er kwam uit de cijfers dat 5% van fietsers door en door asociaal zijn. Ongeveer 15% die buigen de regels, maar zijn niet asociaal. En 80% van de fietsers volgen alle regels. Dat zou je toch echt niet geloven, hè? Want eigenlijk komt uit die analyse dat die 5% enorm veel aandacht vergt. Maar dat heeft geleid tot compleet nieuw kruispunt ontwerpen. Wij pakken alle 10 kruispunten aan. De Jordebreestraat was die eerste bij de Meester Vissenplein. We ontdekten dat als wij de lijnen veranderen voor de fietsen, omdat, ik weet niet of je kinderen, er waren fietsfiles. Hè? Soms moesten fietsen 2 rode verkeerslichten wachten totdat je over kon gaan. Nou, wij hebben dat verbeterd. Zo ziet het er nu uit en er zijn 30% meer fietsers met de groene licht over. Dus het is gewoon een slimme ontwerp, daar hebben we een prijs voor gewonnen. Amsterdam voor slim ontwerpen. Nou. Zo kunnen we doorgaan. Nog een enorme drastische verandering in de jaren, dat is fietsparkeren. En eigenlijk, Utrecht heeft ons voorbijgelopen, dus als je over fietsstad nummer 1 vind ik altijd Amsterdam en Utrecht een beetje op gelijk tred, dat wisselt wat. Kopenhagen roept heel veel, maar het is echt niet waar. Echt niet waar, ik kan het beloven, maar dat doe ik bij de borrel. Maar dit is het Zuidplein. Mijn allereerste fietsproject, dit is eigenlijk, ik kreeg de opdracht om hier een plein te ontwerpen met 2500 fietsen. En toen heb ik 2 ontwerpen gemaakt, 1 met de fietsers op het maaiveld en 1 onder. En dit is eigenlijk exact hetzelfde foto, fietsers onder de grond, mooie stalling en heel veel groen boven. Dus, en vervolgens, dit is ook iets wat ik zei toen ik Mr. Fiets een naam kreeg, ik denk, ja, wij moeten gewoon dit onderwerp fiets echt professioneel oppakken. Bouwen voor de fiets was een notitie die na de 2 VVD-wethouders, vind ik ook trouwens leuker van Amsterdam, dat partijpolitiek niet ertoe doet, hè, als het over de fiets gaat. Het is, hè, fiets is van iedereen in Amsterdam. Of je nou welke partij je vandaan komt, maakt niks uit. Wiebes en Litjens waren echt fietsers. Dus dit was ook iets, nou ook professionaliseren van de fiets, hè. Dus hoe pak je parkeren aan? Dit is een onderzoek die ik deed voor het verdelen van parkeerruimte bij CS. 25.000 fietsparkeerplekken moeten komen, maar we moesten ook geld halen, dus ik heb nu getekend hoeveel oppervlak de fietsen zou nemen als je geen parkeergarage maakt. Dus de grote rode blok en de zwarte ruimte, dat is die openbare ruimte. Je ziet gewoon op in één opslag, het past gewoon niet. Simpel. Dus
dit zijn die parkeerplekken die uiteindelijk iedereen de handtekening onderzetten en dit onderin wordt gemaakt. Deze 7000 fietsparkeerplekken met de directe verbinding naar de metrohal. En je ziet hem daar. En hier zit de metro. Dus onder dat water komt de fietsparkeerplek. Hoe wonderlijk is dat? Ja, een paar plaatjes. Ik ga er snel doorheen. Er zijn heel veel. Leidseplein krijgt er een. Er wordt op dit moment in de grond gegraven, maar we zien het niet. Er komt ook een prachtige stalling. Maar ik moest wel eerst tekenen zoals dit. Omdat iedereen wilde natuurlijk eerst een goedkope oplossing. De hele gracht vol met fietsen. Maar gelukkig, als je de tekening ziet, denken ze, nou doe maar niet. Dus hij komt daar. Het is een prachtige ontwerp. Hans van Houwelingen, de ontwerper van de kunstenaar van die Leguanen, die kwam met een geniaal idee om die brug als nieuw opnieuw te maken als onderdeel van de fietsenstalling. Dus die baksteen die gaat verwijzen naar die oude gracht helemaal door de stalling heen. Het wordt echt een wonderlijk mooie fietsenstalling. Zo ziet het eruit van binnen. Zoveel parkeerplaatsen in Amsterdam. Beste parkeerdruk van fiets in Amsterdam. Data is ook iets in de laatste 3 jaar. Wij weten nu echt alles. Echt. Het is niet te geloven hoeveel data wij hebben. Nou, uiteindelijk zal Amsterdam in 2030 rond de 70.000 gebouwde fietsparkeervoorzieningen hebben. En zal wereldleider zijn in fietsparkeervoorzieningen. Dus het is wel grappig. Dit is eigenlijk een soort stromenkaart, hè? Die kan je tegenwoordig ook als data krijgen. Dit is nou de autokaart van Amsterdam. Hoeveel auto's rijden waar? En dit is de fietskaart. Nou, het is overtuigend bewijs, toch? Het is fijnmaziger. Overal wordt gefietst, dus eigenlijk nog meer de reden dat wij dingen anders gaan doen. Nou, ik heb geprobeerd op een rijtje te zetten wat ik denk gaat veranderen in de volgende jaren. Even een wetentje. Alle vervoerswijzers waar we lopen, dus ongeveer 15 kilometer per uur in de stad. OV, fiets, auto, van A naar B. Dus er is eigenlijk nauwelijks een verschil in de gemiddelde snelheid. Maar 16 fietsers neemt dezelfde ruimte als één auto. Dat is ook een hele overtuigende dingetje om mee beleid mee te voeren. Wat ik denk dat we krijgen zijn dynamische straten. Ik denk, het begint al te borrelen. Dat je bijvoorbeeld zegt, sommige straten zijn in de spits volledig anders gebruikt dan buiten de spits. Dus bijvoorbeeld vrachtwagens niet in de spits. Vrachtwagens alleen buiten de spits. Auto's misschien op bepaalde plekken ook niet in de spits. Fiets in het midden. Ik ben van overtuigd dat het gaat gebeuren. Dus die omslag van auto naar fiets, dat heeft 50 jaar geduurd, gaat echt in de volgende 5 jaar gebeuren. Ik denk dat de fiets steeds naar de midden van de weg gaat en die auto daarachter moet blijven. Op heel veel plekken. Hè. Er zullen natuurlijk wel heel veel wegen zijn waar die auto nog steeds de baas is. Wiebout, straat, gooi ze weg enzovoort. Maar waar het echt in de stad is, denk ik dat het echt zo gaat gebeuren. Wat ik ook van Marco heb geleerd. De fiets is normaal en alle andere dingen behalve lopen is bijzonder. Maar wij hebben altijd, als je in Nederland kijkt, als er een probleem is met een fietskruispunt, zeggen we dat de fiets omhoog moet. Hij zegt, dat is onzin. De fiets moet op Maaiveld blijven. Die andere dingen moeten omhoog of laag. En dat is ook waar. 2, 3 fietsers naast elkaar, dat is ook een echte trend. Dat kletsend fietsen. Het kan irritant zijn als het toeristen zijn. Maar als het Nederlanders zijn, dan is het onderdeel van het stadse leven. En die wiebelen niet zo. Dus ik denk dat dat ook echt steeds vaker ga je zien dat heel veel mensen gewoon de fiets gaat gebruiken als, dat is echt het verschil tussen Kopenhagen en Amsterdam. Een fiets is een onderdeel van ons leven in allerlei manieren. Verschillende snelheden, verschillende type fietsen. Terwijl Kopenhagen is echt een A naar B stad. Het is echt een forense verkeer die daar domineert. Wat we ook gaan krijgen is natuurlijk de hele snelle fiets. Maar ik denk niet, wat sommige mensen nu al tekenen, dat we een stad gaan krijgen waar we een weg gaan opdelen in snel en langzaam fietsen. Maar ik denk dat we wel krijgen dat we buiten de stad de 50 km per uur fiets wel gaan gebruiken. Omdat dat zal echt een goede concurrent zijn voor auto. En wat ik ook denk dat het gaat komen, maar dat weet ik niet zeker, omdat er is heel veel weerstand tegen. Maar een of andere manier gaat de fiets iets serieuzer worden. Misschien een pasje met een nummer en een chip die aan elkaar zijn gekoppeld. Laten we zeggen, de eigendom van de fiets wordt wat overzichtelijker en
gerichter. En ik denk dat dit een keer gaat komen, omdat één simpele rekensoontje, als je 70.000 parkeerplaatsen hebben bebouwd, dat zijn nu gratis. En het kost ons iets van 3 tot 4 ton per jaar om een parkeergarage te onderhouden. Nou, dat is nu behapbaar, maar stel dat het meer en meer en meer gaat worden, dan wordt het op een gegeven moment denken van, oei, hè, redden wij dit nou wel? Dus ik denk dat het langzaam gaat komen. Ik heb bijvoorbeeld voorgesteld bij Beursplein, die ik ook had ontworpen, van laten we misschien de Bijenkorf daar reclame maken onderin. Hè? Dan verdienen we een centje erbij. Dus dat soort dingen gaat ook komen, maar ik denk dat er ergens die kant ook op gaat. Nou, grappig genoeg, ik heb gewoon gegoogeld van zijn er gewoon nieuwe type straten? En meestal is het Amerika. Grappig, hè? Wat eigenlijk nog geen fietsland is, maar ik denk dat er straten gaan komen met meer groen en meer voetgangers en fietsers. En dat het dat is een soort andere type. Zeg maar 80% van de straten gaan er gewoon anders uitzien. En dit is mijn laatste. Ik denk dat dus we heel dichtbij een compleet andere straatbeeldrevolutie zitten. En dat hebben we ook wel echt nodig. Ja, dat is het. Johan, kom even zitten en vertel. Er zijn wellicht ook vragen voor Johan. Ja, kom naar je toe. Ik kan jullie bijna niet zien. Hallo, goedenavond. Als fietser over die Sarfatistraat vind ik het helemaal fantastisch. Maar dan kom ik bij een kruispunt en dan heb ik groen licht en dan kan ik oversteken. En dan komen de fietsers van rechts en die eisen hun voorrang op. Terwijl wij daar met 40, 50 mensen aan het oversteken zijn. En dan gaat iedereen heel boos naar elkaar roepen. Dus dat idee dat daar iemand voorrang heeft en niet de stoplichten, dat is heel onhandig. Ja. Bij het Rijksmuseum net zo, hè? Ja. Ja, dat klopt helemaal. Dit is ook iets wat wij moeten leren. Wij hebben regels, vastgesteld door de CROW, de nationale instantie die zeg maar verkeersonderzoek en verkeersstandaarden publiceert. We hebben gewoon een vaste set regels over voorrang. Die hebben we nu de hele stad al die jaren uitgevoerd. Maar wij leren dat het gebruik gewoon anders is. Dat hebben we nu al bij die Sarfatistraat bij de Muiderpoort gedaan. Waardoor de doorstroming veel beter is. Het was vroeger andersom en je kreeg altijd knarrende pek. En nu loopt het veel soepeler. Dat moet er dus elke kruispunt, ik hoop dat het gaat lukken. Dus de verkeersontwerpers zijn er hier. Die zijn best wel heel hardnekkig in het vasthouden aan de regels. Hè? Dat biedt hun zekerheid. Maar je leert, net zoals bij de shared space, dat het gebruik gewoon beter anders kan geregeld worden. Dus ook bij, ik dacht dat u op de Wiebouwstraat had, dat de fietsstraat wordt helemaal doorgezet tot aan het Haarlemmermeerplein. Hè? Dus dat wordt gewoon één, dat wordt de binnenring fietsen. Gaandeweg moeten we elke kruispunt op een logische wijze gewoon voorrang gaan maken. En de meest logische manier is als je fietsers voorrang geeft en je stopt, dat je ruimte hebt om te stoppen. Als je geen ruimte hebt, wordt het een soort gedoe tussen fietsers. Ik wil graag even de mooie film laten zien van Thomas Slijper. Thomas, ben je hier? Ja, hallo. Fijn dat je er bent. Fijn dat we de film mochten laten zien. Dankjewel. Hele mooie film over shared space en over wat je zegt, dat loslaten van de regels. Ja. Zal ik ook even gaan staan? Dan kan ik het zien. Oh, je kan ook op de monitor kijken. Oh ja. Oh, hebben we een technische issue? Oh, we hebben een technical issue. Oké, die bewaren we dan voor zometeen. Ja. Nog andere, sorry Thomas, komt eraan. Nog andere vragen voor Ruan? Nog niet gehoord. Ik wil even de microfoon zeggen hoor, maar volgens mij kan iedereen het wel horen. Misschien is het een beetje belerend, of daar kan je op verschillend naar kijken, maar gezondheid is ook wat, Ruan. Gezondheid omdat Hij we heeft veel gezegd fietsen. Dat het niet zo was. Of bedoelt u? Oh ja, nee, het is absoluut, ja. Nee, het is natuurlijk, kijk, het zou fantastisch zijn als iedereen fietst. En
Het is ook cultuurgebonden. Veel moslims fietsen niet. Dus, maar als je naar Marokko gaat, zie je dat dit eigenlijk niet echt cultuurgebonden is. Het is een beetje meer... daar is die. Is meer statusgebonden. Dus ik denk dat dit een beetje tijd duurt. Maar ik denk dat als iedereen fietst, de stad natuurlijk echt veel gezonder is. Ja. Zo simpel is het, ja. Ja, absoluut. En als er minder auto's zijn, is wat je inademt ook gezonder. Ja. Kom je even staan? Ja, is goed. Ja, hem vast. Ik heb helemaal niets gehoord in uw verhaal over voetgangers. Ja. Want er is nogal wat aan de hand tussen fietsers en voetgangers. Ik woon zelf in de binnenstad en het is vooral met die grote hoeveelheid toeristen. Maar ook mensen uit de provincie, zal ik maar zeggen. Ja. Het zijn niet alleen de fietsers die zich af en toe niet gedragen. Ja. Maar het zijn ook voetgangers die gewoon niet kijken als ze oversteken. Ja. Dus er moet ook een veel algemener beleid zijn. Niet alleen op fietsers, maar ook op voetgangers, op toeristen. En ga zo maar door. Ja, voetganger-educatie. Ben jij Ed Huig? Oh, leuk je te ontmoeten. We hebben heel veel met elkaar gemaild vooraf. Ja. Nee, ik ben helemaal met u eens. Als Tracy mij had gevraagd van hou een verhaal over voetgangers, had ik dat ook heel graag gedaan. En wij hebben, dat heeft Fjodor Molenaar, GroenLinksraad van laat, denk 4 jaar geleden. Die had een soort nota gemaakt, voetganger keizer, fietser koning of zoiets. Hè? Dus dat is een beetje de volgorde. Ja, de voetganger is natuurlijk, kijk, vroeger ontwierpen straten vanaf het midden naar buiten toe. Ja, dus wat er overblijft, was voor de voetganger. Nou, dat is dus weg. Hè. We hebben nu minimaal eisen, 3 meter obstakelvrij, als dat kan, fysiek. Maar wij ontwerpen eigenlijk liefst van de gevel naar midden toe. En wat moet wijken, is wat ergens in het midden zit. De voetganger staat buiten kijk. Wij hebben dus 3 jaar geleden voor het eerst een hoofdnet voetganger gehad. Hè. We hadden nooit voetganger in het beleid. Hoofdnet fiets hadden we, hoofdnet auto, hoofdnet OV. Nooit hoofdnet voetganger. En nu hebben we dat ook vastgesteld in gemeentelijke beleid. En binnen dat hoofdnet voetganger mag je niet sjorren met de eisen. En nu nog de mensen opvoeden om zich aan het beleid te voegen. Ik vraag me af of het opvoeden is of wij gaandeweg door betere inrichting dat we meer ruimte krijgen voor de of minder conflicten tussen fietsen en voetganger. Ja. Nu is het. Ik ga vanavond inderdaad veel over ruimtelijke inrichting. We hebben nu de film van Thomas Schleifer beschikbaar. En terwijl we daar naar kijken, wil ik je een vraag voorleggen van Marie van der Leden, een oudere dame die hier vanavond niet kon zijn, maar ze zegt: ja, als we alle regels weghalen, heeft de sterkste of de jongste altijd voorrang, en de oudere weggebruiker moet voortdurend in de vechtstand. Ja. Hoe denk je dat de oudere weggebruiker deze rode zee doet scheiden? Nou, ik maak meer zorgen over minder valide, zeg maar. Mensen die moeilijk ter been zijn. Dan oudere mensen die hebben het ook moeilijk hoor, in deze drukte. Kijk, het staat natuurlijk buiten kijf dat wij eigenlijk te veel mensen in die openbare ruimte hebben. Dat is gewoon zo. We hebben echt op bepaalde veel plekken... Veel lichamen per vierkante meter. Kijk, het is natuurlijk best wel echt beangstigend dat de politie soms de Kalverstraat moet afsluiten. Omdat er gewoon te veel mensen zijn. Dat is eigenlijk best wel bizar. Blijkbaar zijn er heel veel mensen die dat niet erg vinden. Hè? Dus gewoon 1 kilometer per uur lopen achter elkaar om niets te kopen. Maar ik moet je eerlijk zeggen, ik denk dat we minder toeristen hebben, maar dat is een persoonlijke iets. Ik denk dat er weinig Amsterdammers te vinden zijn die daar Amsterdammers, niet mee eens zijn. Ja, ik weet niet of de politiek snel genoeg is daarmee. Ja. Ik vind dat echt een ding, omdat het is ook niet alleen de irritatie, maar het is ook opstroping. Hè. Die houden gewoon de soort machinerie een beetje tegen. Maar oudere mensen, ja, daar doen wij zoveel mogelijk voor. Maar je kan eigenlijk geen echte makkelijke oplossingen vinden op het moment dat dit te druk is. Ja. Nog 1 vraag over de fietsparkeergarages, Ruan. Ja. Ik was laatst in Beursplein en ik was blij verrast hoe aangenaam die garage is. Ja.
En nou, dus het idee van reclame om het allemaal te financieren, dat gaat natuurlijk gewoon gebeuren. Ja. Maar hoe krijg je de Amsterdammer zover dat hij zijn fiets daarin stopt? Ja, het Zuidplein, de allereerste wat ik had ontworpen, hè, daar kreeg ik niet eens een architect mee. Dus over kwaliteit. Hè. Dus ik moest dit zonder architect doen. Dus eigenlijk een bunker. Zuidplein, het is echt niet aantrekkelijk. Maar het is efficiënt, het werkt goed en die entrees zijn goed. En gaandeweg, nu als wij Leidseplein hebben wij aanbesteden. Vier aannemers hebben ingeschreven met een architect erbij. En er waren allemaal toparchitecten. Dus nu is ineens de fietsenstalling echt een topproduct. Architecten waar, willen ook wel. Architecten die zien willen dat dit heel leuk graag, is om te doen. Ja, ja, die vinden het ontzettend leuk om te doen. Dus Venhoeve CS, het ex-Rijksbouwmeester, dat heeft de Beursplein gedaan. Dit wordt hier Swartz en Jansma. Mosje Swartz van die prachtige kas van Hortus. Dus toparchitecten schrijven in. Dus dat is die kwaliteitsaspect, is denk ik buiten kijf, omdat eigenlijk kost dit niet veel meer om toparchitectuur te krijgen. En straks zijn wij als fietsers blij dat we die architectuur mogen beleven om onze fiets erin te zetten. Ja, nou, het wordt een soort toeristische attractie. Ik ben van overtuigd dat toeristen, meer toeristen hier komen, maar van Kopenhagen. Dat moet je helemaal Kopenhagen niet heeft geen fietsparkeerbeleid, hè? Echt niet. Die komen hier om foto's te maken, zo om hun politici te overtuigen dat dit echt moet daar. Dus je tweede vraag. Ja, dat over de, hoe krijg je de Amsterdammers erin? Zuidplein, die eerste 6 maanden moest je 50 cent betalen om te parkeren. Geen fiets te bekennen, of een paar. Toen was het gratis en toen wordt mensen een beetje van, gebruik het nou. En we hadden ook een beleid, als je lukraak parkeerde, wordt de fiets opgehaald en in de stalling geplaatst. En dan moest je gaan zoeken. Nou, dat leert wel heel snel. Dus ik denk dat we dat soort, dat hebben we, Leidseplein is ook ongelooflijk professioneel gegaan tot nu toe met fietsparkeren en communicatie. Ik denk dat op het moment dat het open gaat, ook 3 of 4 weken echt een soort push wordt gemaakt om mensen in de stalling te krijgen. Op geen moment, praktijk bewijst eigenlijk, gaat dit gewoon goed. Ja, ondergronds is niet ondergronds meer. Net zoals, nou jullie hebben het ontwerp gezien, die openbaar ruimteontwerp wordt naar beneden gehaald, naar boven. Dus je moet het eigenlijk zien, niet meer als een bunker, maar onderdeel van die openbaar ruimte. Het zou me ook niet verbazen als je koffie kan tappen straks en je lokken krijgt. Dat zijn allemaal dingen die gaan komen volgens mij. Het wordt nog eens een plek in plaats van een plek. Antiplek. Ja, ja. Nou. Ik ben ontzettend benieuwd, je ziet de ontwikkeling nu al echt aanzwellen. Dus we beleven echt een kentering nu. Ja. Ja. Dankjewel, Ruan. Graag gedaan. Prachtig. Ja. Ja. Oké, hard roepen. Doe maar. Ik heb ook nog een vraag. Vertel iets over de fiets versus de brom en de scooter. Ja. Daar heb ik een verschrikkelijk probleem mee. Ja. Dan moet ik wel zeggen dat ik dus in de buurt van West woon, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Daar zijn ze wat agressiever. Ja. En het is voortdurende angst gewoon. Ja. Ik ben ook 29. Ik ben, zijn er politici in de zaal? Ik heb India, ik ben een Sri Lankaan, maar ik ben op vakantie vaak in India geweest en ik heb die land zien veranderen van een fietsgeoriënteerd steden, fietsgeoriënteerd steden. Ja, fietsgeoriënteerd steden naar volledig tweewielig gedomineerde steden. Hè. En ik denk dat we echt in Amsterdam beleid moeten hebben voor gemotoriseerde tweewielers. Laat ik het zo zeggen, dat hebben we nog niet. Hè. We hebben geen... Ja, nou ja, wij zitten, ik denk, we hebben de helm gedoe, hè, die met Den Haag uitgevochten wordt. Ik weet niet of het gaat helpen. Ik heb zelf persoonlijk, maar dan spreek ik echt voor mezelf, dus het is geen gemeentebeleid. Ik denk, als je, je moet gewoon betalen voor brommen parkeren. Dat zou echt een... Nee, maar op het moment dat je...
laten we zeggen, nu heeft de brommer exact evenveel rechten als de fietser. Exact evenveel. Je kan er overal heen, je bent sneller, je kan parkeren overal waar je wil, je kan in een fietsvak parkeren, exact dezelfde. Ik vind dat oneerlijk eigenlijk. De fietser is veel beter, gezonder voor de stad. Dus dat moet ook in beleid volgens mij een soort, ja, in evenwicht krijgen. En ik denk als je begint met parkeren, hè, betalen voor parkeren, zeg 1/3 van die autokosten. Ik denk dat er niet die explosie van brommers, maar het gaat elke keer, elke jaar wordt het verdubbeld. Hè. De laatste 5 jaar is het aantal brommers wordt verdubbeld. Dus daar moeten we gewoon iets mee dealen. Ja, ben ik helemaal eens. Ja. Oké, dankjewel. Punt is duidelijk. Dank je. We hebben het over shared space en over de ruimte delen. En ik wilde jullie puur voor het plezier een filmpje laten zien uit China, waar een automobilist juist heel erg het heft in eigen hand heeft genomen. De hand de tante. ik wil graag de vloer geven aan onze volgende spreker, dat is Kenneth Heijns. Hij is directeur van het Amsterdam Institute for AMS, Advanced Metropolitan Solutions. En Kenneth, je gaat ons vertellen wat dat is. En zijn verhaal gaat over de vele meters, kilometers ongeplaveid wegdek in Amsterdam, waar we ook iets mee kunnen, wat ook de druk op de weg zal verlichten, namelijk vervoer over water. Kenneth, de vloer is yours. Dankjewel, Tracy. Ja, AMS. Daar staat wat wij willen doen. Inventing a more prosperous city. Maar eigenlijk reinventing, hè, want de stad bestaat al. Ik denk dat het in het vorige verhaal meer dan duidelijk was. Dat het telkens gaat om... waar komen we vandaan en waar willen we naartoe? Zonder dat je een soort blanco sheet hebt waar je vandaan kan ontwerpen. Ik laat dit plaatje even zien. Ten eerste omdat wij heel erg trots zijn dat wij als instituut, wat met daarachter de 3 universiteiten van MIT uit de USA, Wageningen Universiteit en TU Delft, dat wij als instituut geland zijn op het fantastisch inspirerende marineterrein. Echt een bruisend ecosysteem van allerlei innovatieve partijen. En een stukje Amsterdam en toch eigenlijk stiekem niet. Hè. Het is publiek toegankelijk, maar niet openbaar. En dat schept allerlei mogelijkheden voor ons als instituut die op zoek is naar oplossingen voor de stad. En wij hopen te experimenteren in die stad. En er zit daar ook een klein haventje. Dat haventje is een van de weinige stukjes redelijke wateren waar waternet niet over gaat. Nou heb ik niks tegen waternet. Fantastische partner ook van ons instituut. Maar dat betekent wel dat we daar kunnen experimenteren. En dat water, Tracy zei het al, dat is even het uitgangspunt van mijn... praatje vanavond. Juan had al een fantastisch mooie plaat met alle fietsroutes erop. Maar je kan er ook naar Amsterdam natuurlijk kijken. En kijken naar al het water wat we hebben. Water dat in de eeuwen hiervoor ontzettend tot het voordeel van de stad werd gebruikt.
een hele belangrijke component in de economie. Een distributiesysteem om goederen op de goede plek te krijgen. En als je vandaag kijkt, dan is eigenlijk het water in ieder geval in het centrum misschien wel gedomineerd door toeristische toepassing. Waar natuurlijk helemaal niks mis mee is. Maar zijn in de loop van de jaren is de hele functie van het gebruik van het water op de manier waarop we dat eeuwen hebben gekend, is eigenlijk een beetje naar de achtergrond geschoven. Natuurlijk niet helemaal verdwenen, maar er zijn een heleboel grachten gedempt. We hadden het aan tafel met de sprekers nog even over, ik weet in ieder geval in Den Haag heet het ook gewoon gedempte gracht. Straten die zo heten. En dat is toch heel vaak gebeurd omwille van de auto. Dat was het uitgangspunt van de innovatie bij ons op het instituut, wat wij samen met MIT hebben opgepakt. Kunnen wij dat water weer gaan gebruiken voor de functie die het eigenlijk altijd had, maar nu veel minder heeft? En dan wel weer op een nieuwe manier bekijken. Want wij leven in een wereld waar autonoom vervoer op vier wielen enorm veel aandacht krijgt. Maar misschien kan dat ook wel op het water. En daar ontstond het idee van rowboat. Natuurlijk de combinatie van robotics en boats. En ik dacht, oh kijk, hier zie je ook de partners, MIT al genoemd, gemeente Amsterdam en ook Waternet. Want we hebben natuurlijk keihard nodig om allerlei redenen. En dit plaatje laat ik even zien om gewoon vrienden te worden met Tracy. Maar in 2015 is dit plaatje geschoten. En toen zijn de eerste ideeën rondom robot gelanceerd. En we kunnen het eindeloos veel hebben over de technologie die nodig is. Zal ik ook een paar woorden aanwijden aan het eind. En ik sluit zo meteen af met een heel aardig filmpje. Tenminste, ik vind hem heel aardig. Maar veel interessanter is natuurlijk de toepassing. Waar zou je nou met zo'n bootje dat autonoom vaart, niet alleen in zijn eentje, maar misschien ook wel in floten van boten, waar zou je dat nou kunnen toepassen? Misschien even nog een mooi plaatje. Zo laten wij in presentaties, met name ook aan onze achterban, als we naar de universiteiten, ik hoorde net iemand uit de provincie, nou, uit Wageningen, uit Delft, als dat de provincie is, dan laten we deze plaatjes wel eens zien. Een mooie strakke gracht. Maar dat is natuurlijk niet het verhaal, hè? Want in de zomer is dit het beeld op de grachten. En dat maakt volgens mij waarom robot zo'n dit is gewoon het equivalent op het water van het fietspad wat net werd getoond. En dit maakt natuurlijk waarom het zo'n ongelooflijk uitdagende opdracht is. Ik ga hem doorklikken. echt geen makkelijke opgave om dit autonoom te maken zonder kapitein op het schip. Maar de toepassingen zijn toch wel buitengewoon interessant. Natuurlijk, mensen vervoeren. Zou dat kunnen? Van museum tot museum, de toeristen op een andere manier vervoeren. Maar zou je ook zo'n bootje, als dat autonoom is, zou je die ook als een soort flexibele infrastructuur kunnen zien? Een pixel in de stad die je naar believen kan verschuiven. Die zijn vriendjes kan oproepen om een ad hoc een stuk infrastructuur ergens neer te leggen als het druk is. Dat doen we eigenlijk vandaag ook al. Maar zou dat ook flexibel kunnen op afroep? Zou je ook een ponton kunnen bouwen met misschien wel goederen die net buiten de stad worden geproduceerd en 's ochtends naar binnen worden gevaren? Zou je ook
de bootjes, en dat is niet exclusief aan robot, maar zou je die ook kunnen uitrusten met allerlei sensoren? Dat je de waterkwaliteit kan meten. Dat je misschien hele kleine minutieuze verschillen in de kademuren kan ontdekken wanneer, wanneer daar iets aan de hand is en je kan ingrijpen. Eentje wil ik daar eventjes ietsje nader uitlichten. En dat is in het centrum het afval. Gewoon het afval van u en van mij. Wat tot mijn verbazing gewoon hier nog op de stoep ligt. Die grote afvalcontainers in de grond, dat kan natuurlijk niet bij de kades, in de kademuren. Daar kun je niet die grote diepe bakken in graven. Dus wat zou je nou kunnen doen als je die containers te water zou laten? En dat is gewoon een domme container. Maar de slimmigheid zit er in dat bootje wat daarvoor zit. Want als die een signaal krijgt dat de container vol is, en misschien kan die hem wel gewoon 's nachts ophalen wanneer de grachten rustig zijn. Dat is denk ik een interessante toepassing. En wij zijn een onderzoeksprogramma. Wij mogen af en toe even een stap nemen buiten wat financieel direct rendabel is. En gewoon kijken, zou het kunnen? En dan doen we onderzoek. Dit is data van Waternet. Om 2 uur 's nachts is het hartstikke rustig. Tussen 10 en 5 uur 's middags, het is allemaal zo logisch als wat, is het hartstikke druk. En 's avonds wordt het weer rustiger. En als je dan kijkt, hoe zou je zo'n robot nou moeten begeleiden? Hoe zou die zijn weg moeten kiezen? Dan is het natuurlijk overdag, kan die misschien wel een ommetje nemen. Maar dat is ook weer afhankelijk, heeft hij een aantal containers achter zich of is hij in zijn eentje op weg? Zo zie je een aantal planningszaken die de robot met zich meekrijgt als een intelligent voertuig. Nou, wij maken graag dingen, wij zijn ingenieurs, we zetten dingen in elkaar. Hier zie je een kwartschaal van de robot. Die zit chockvol met elektronica, met technologie, LiDAR, GPS uiteraard, een centraal computational hart om alle berekeningen uit te voeren, duizenden en duizenden metingen per seconde. Maar ook een docking. Als je pontons wil maken, dan moeten die twee bootjes wel aan elkaar kunnen docken. Hier zie je een plaatje daarvan. Helemaal geen makkelijke opgave. En om af te sluiten, even de bird's eye view van wat zo'n boot moet zien. Wat zo'n boot moet kunnen. Want er zijn natuurlijk obstakels. Die boten die we zagen, misschien wel de mensen die de grachten gebruiken om erin te zwemmen. Al dat soort dingen moeten natuurlijk opgelost worden voordat je veilig met zo'n autonoom varende boot in de praktijk aan de slag kan gaan. Dus als afsluiting even een filmpje met LiDAR-beelden van onze robot.
Wat een betoverend mooi filmpje. Ik heb hem al, ik weet niet hoe vaak gezien, maar ik ben elke keer in de ban van hoe, ja, hoe de robot de stad ziet. Zo mooi. Praktisch vraagje. Begrijp ik goed dat de robot uit twee delen bestaat? Een slimme boot en een aantal domme bakken? Nou, nou, dat hangt natuurlijk van de toepassing af. Een domme boot is niet zo heel erg moeilijk om te maken. Het slimme, daar gaat het natuurlijk om. Dit is een onderzoeksproject van 5 jaar. Afgelopen oktober, als ik het goed heb, werd het prototype voor het eerste water gelaten. Was er ook publiciteit omheen. Wat gaat er de komende 3 jaar gebeuren? Nou, de grote uitdaging is natuurlijk om die perception, echt het kunnen waarnemen van de grachten, om dat op orde te krijgen. Daarnaast willen we werk maken van die echte toepassing. Dus ik denk dat wij, het is in ieder geval mijn hoop dat wij de komende tijd in de stad ook echt een dat noemen we dan tegenwoordig allemaal living labs. Dus dat we ook aan het testen kunnen gaan of wij bijvoorbeeld met het afval verzamelen en ophalen, of we daar ook echt een zichtbaar experiment mee kunnen voeren. En voor de rest zal de ontwikkeling hopelijk razendsnel doorzetten. En die dat afval 's nachts afvoeren, daar heb je ook geen herrie van over water. Dat lijkt me geweldig. Ja, dat is geweldig, maar er wonen ook mensen aan het water. Die moeten zich er ook comfortabel bij voelen dat er 's avonds iets onbemands langskomen. Dus ik denk, weet je, uiteindelijk is alle technologie of alle, of het nou beleid is, het is uiteindelijk allemaal bedoeld voor om het leven van de bewoners beter te maken. En ik denk dat we daar nog een hele grote stappen moeten zetten. Ook in het vertrouwen, denk ik, dat dit erbij hoort. Ben je al met commerciële partijen in gesprek die dit misschien zouden kunnen gaan bouwen en exploiteren? Nou ja, zeker. Vanmiddag nog. Want misschien 1 categorie boten op de grachten die we naast de toeristen zien, is het brengen en halen van constructiemateriaal. Constructiemateriaal de stad in en afval weer eruit. Dat zijn het type partijen die ontzettend geïnteresseerd zijn om vanuit die expertise, want daar zit een ongelooflijk bak ervaring aan, om dat goed te doen. En om dat anders weer door te trekken naar andere toepassingen. Ook zij zijn partijen die in andere vervoers, toepassingen voor het vervoer over water zien, misschien kleinschaliger. En dan wordt het aantrekkelijk om te kijken of dat ook autonoom is. Dus die partijen zijn ook in het tweede jaar van ons programma al aan tafel. En dat zijn ook manieren om al dat vervoer van de weg af te krijgen. Zijn we blij mee. Ja. Tot slot, een van de foto's die ik ooit heb gezien van hoe het water vroeger werd gebruikt aan de rand van Amsterdam, was een praam, zo heette dat, een flatje, een lage, brede boot. Helemaal hoog opgetast met echt zulke groene kolen. Prachtig. En die waren onderweg naar de groenteveiling. Zullen we daar ooit naartoe terugkeren? Ik denk dat het niet gaat afhangen van de robot. Of we daar, dat is maar een kleine schakel daarin. Ik denk dat het daar veel meer ligt aan het voedselsysteem en of je een beetje betaalbaar dit soort dingen kunt kweken. Maar in potentie, en je zei het al, je kan CO2-besparing, meer ruimte op de weg, meer doorstroming. Maar in potentie kun je dus ook aan de randen van de stad weer in principe landbouw plegen die 's ochtends wordt binnengebracht. Persoonlijk lijkt mij dat ontzettend leuk als je weer meer de versmarkten hebt tot je beschikking. En dat is ook een van de studentenopdrachten die wij hebben lopen, waarbij studenten kijken naar de keten van het binnenbrengen van weer vers voedsel, waardoor je met zo'n robot een ad hoc markt zou kunnen creëren. Helemaal ongelooflijk veel mogelijkheden. Ik vind het ontzettend spannend. Dankjewel dat je hier wilde zijn om erover te vertellen. Kenneth Heinz, dankjewel. En nu voor de vaste bezoekers van Stadsleven.
een van de echte hoogtepunten van de avond, de bijdrage van AI Film Instituut. Elke editie van Stadsleven komt een curator van AI een fragment laten zien uit een rijke, rijke collectie. Vanavond is dat Leo van Hee en die heeft weer iets heel erg leuks voor ons uitgezocht. Leo. Goedenavond. Ik vond het hartstikke leuk om hier te zijn. Ik had een hele speurtocht om te kijken van wat we zeg maar, rondom het thema van zo'n avond dan in onze collectie hebben. Die is overigens best groot, ruim 40.000 films vanaf 1895. Dus er valt wat te kiezen. Maar kijk, als je erover over nadenkt, het onderwerp van vanavond, verkeer in de grote stad. Nou ja, groeiende mobiliteit, verstedelijking en de opkomst van de film, dat zijn ongeveer parallel lopende processen geweest. Dus er is ook inderdaad heel veel van dat soort materiaal in onze collectie. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de hele vroege films. Eén grote shared space, alles door elkaar. Voetgangers, paarden, trams, auto's. Prachtig. Maar voor vanavond hebben we gekozen voor een verkeerstechnische verbeelding van het thema. Maar voor een hommage aan de fiets. Maar ook de fiets als bittere noodzaak voor de gewone man om te overleven in de grote stad. Er zijn natuurlijk in Nederland prachtige films gemaakt over fietsen. Hoe Nederlands kan het zijn? Ed van der Elske bijvoorbeeld, Stedelijk Museum. Vorig jaar in tentoonstelling echt een heel mooi filmpje Fietsen genaamd. Over wat het is om in Amsterdam op de fiets te zitten. En ook in begin jaren 60 was het al vreselijk druk. Maar vanavond gaan we naar de moeder van alle fietsenfilms. En dat is een Italiaanse film. Ladri di biciclette van Vittoria De Sica. Oftewel, Fietsendieven uit 1948. Dit jaar alweer 70 jaar oud. Onlangs gerestaureerd en volgend jaar te zien in AI. Wie van u kent die film eigenlijk? Ben ik heel benieuwd naar. Kijk, er is nog een wereld te winnen. Dat zie ik al. Nou, Fietsendieven werd gemaakt eigenlijk tegen de achtergrond van het naoorlogse Roma. En het geldt als een van de hoogtepunten van wat we nu kennen als het Italiaanse neorealisme. Opgenomen op locatie met niet-professionele acteurs en met een sociaal bewogen invalshoek. Het verhaal, Antonio Ricci, dat is de hoofdpersoon, Ricci. Arm, werkeloos, net zoveel als zijn stadsgenoten op dat moment. Je moet rekenen, je zit 2-3 jaar na afloop van de Tweede Wereldoorlog. Rome is eigenlijk een verwoeste stad en de hele infrastructuur is weg. Ricci krijgt uiteindelijk een baan als posterplakker aangeboden. Op voorwaarde dat hij zelf voor een fiets zorgt om zo het materiaal te kunnen vervoeren. Nou, ze zitten financieel helemaal aan de grond. Zijn vrouw verpacht zelfs het beddengoed bij de Lommerd. Hè, want op een kale matras kun je ook nog steeds slapen. Zodat ze hun eerder verpachte fiets terug kunnen kopen. En in het fragment wat jullie straks gaan zien gaat hij zielsgelukkig en optimistisch over de toekomst de volgende ochtend op weg naar zijn werk. Nou, daarmee starten we zo. Let ook eens op de manier waarop de Sica dat in beeld heeft gebracht. Het verkeer en de stad. Er spreekt eigenlijk, zeker in die eerste beelden, een enorm optimisme uit. Vreemd genoeg, je ziet op een gegeven moment allerlei gebouwen in de verte. Die zijn allemaal keurig wit uit. Helemaal niet een associatie die je krijgt bij een stad die nog ja, vreselijk geleden heeft onder de oorlog. Kijk bijvoorbeeld ook naar wat hij esthetisch doet met de beelden van de fietsende posterplakkers. Allemaal zo'n ladder op een schouder. En hoe hij dat in beeld brengt. Dat is eigenlijk heel, heel poëtisch. Dus ik wil nu het clipje zien en daarna praat ik nog even verder. Thank you.
Solo per stare a cercare biciclette. Ma allora che la faccio a fare sta denuncia?
osservi, mette che domani la trovi da qualche biciclettaio in mezzo alla via, chiama un agente e sei in regola. Novità, brigadiere? No, niente, una bicicletta. Grazie, buongiorno. Allora mi devo arrangiare da me. Va bene così, l'hai fatta la denuncia? Va bene così, buonasera. Buonasera. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat jullie in februari terugkomen om de hele film te zien. Ja, wat nu? Geen fiets, geen werk, geen brood. En wat dus volgt is eigenlijk een wanhopige zoektocht van Richie en zijn zoontje Bruno. Op zoek naar die ene fiets. Ik zal niet te veel verraden van het verdere verloop. Maar weet dat het een eerste klas tranentrekker is. In de goede zin van het woord. Die heel veel zegt over het naoorlogse Italië. En het vertrouwen van de gebannen man in kerk en straat. Je zag hem net al even op het politiebureau. Nou, die inspecteur die trekt zich er weinig van aan. Hij mag het zelf allemaal uitzoeken. Het bezit van voor ons een toch zo eenvoudig vervoersmiddel als een fiets betekende 70 jaar geleden nog het verschil tussen eten en hoop en een beter leven. Of de bedelstaf en de wanhoop die je hier ook ziet. Dat was het voor vanavond. En, tot ziens. Dankjewel. En je gaat natuurlijk niet vertellen hoe het afloopt, hè? Nee, maar wat wel leuk is om te vertellen, is dat jongetje wat je ziet, die Bruno, er zit ook een heel verhaal achter. Die werd als 8-jarig jongetje, ik vertelde natuurlijk al even dat ze met niet-professionele acteurs werkte, van de straat geplukt door de regisseur. Hij had eerst een ander jongetje al in de hoofdrol, namelijk het echte zoontje van zijn vader in de film. Maar Bruno die had zo'n geweldige, treurige blik dat hij het wel moest worden. Nou, Bruno is wereldberoemd geworden met die film. Met zijn acteercarrière is het niet echt heel goed gegaan. Hij heeft wel wat rolletjes gespeeld. En is uiteindelijk in Hollywood heeft hij één film gedraaid met Humphrey Bogart. Maar daarna was het wel gedaan. Is hij wiskundeleraar geworden. Maar tot op de dag van vandaag kun je nog steeds filmpjes op YouTube vinden. Bruno is nu 79. Ik heb hem nog even gecontroleerd. Het is net een paar dagen geleden jarig geworden. En hij figureert nog steeds in allerlei talkshows om over fietsendieven te vertellen. En dat is superleuk als je dat ziet. Van dat ene rolletje, dat zo briljant is, kan werken voor de rest van je leven. Ja, mooi. Wat een gestolen fiets allemaal niet kan doen. Ja. Marieke, de Braderfiets is net gisteren gestolen, dus het zal je wel aanspreken. Onze volgende gast, Patrick Kappert. Patrick, kom mee. Patrick is speciaal uit Barcelona ingevlogen om ons te vertellen over de Superblock. En we gaan eerst kijken naar een fragmentje van een video die ik heb gemaakt voor Tracy TV. En dan weten mensen al meteen een beetje waar het over gaat. This is a Super IA, a Superblock. A new way that Barcelona has invented for giving the city back to people instead of cars. In the 19th century, Barcelona was expanded with the ensanche, a grid full of blocks, all of the same size. Now there's a new variation on this grid, the superblock, which is to take 2x2 or 3x3 blocks
free up the inside space by moving through traffic to the outside and leaving the space inside the block free for pedestrians, bicycles, children, and gardens. Dit is waar jij woont, Patrick. Ja. Ja. Vertel hoe het in zijn werk is gegaan, de superblok. Het was een idee van de gemeente, niet van de bewoners, om te beginnen. Ja, er is een bureau voor stadsecologie. En zij zijn gaan kijken wat de verhouding is tussen de verschillende vormen van vervoer. En ze kwamen erachter dat 25% van al het vervoer dat met de auto gebeurt. Maar dat in de openbare ruimte 70% van alle ruimte wordt ingenomen door de auto. Parkeren, rijvakken, kruispunten, alles. Ze wilden dus een democratisering van de openbare ruimte en pacificering ook van de stad. Want Barcelona is een stad met een ongelooflijke dichtheid. Je hebt het schema gezien van de Sanchez. Het zijn allemaal straten van 20 meter breed. Twee baans, één richting verkeer. En in het hele stuk wat de Sanchez is allemaal auto's. Omdat er is geen hiërarchie tussen de verschillende straten. En dus zijn alle straten autostraten en de hoeken die je hebt, die zijn allemaal voor parkeren. Mm. Dus de gemeente had iets van, ja, we willen iets doen om de ruimte te pacificeren en meer ruimte terug te geven aan de voetgangers. Was dit de eerste in Barcelona? Er is een andere, maar die heeft al een aantal jaren en die heeft een heel andere vorm. Dus met paaltjes die op en neer gaan en andere dingen. Ook in een gebied wat niet, Sanchez is, een oud gebied, Gracia, met heel veel kleine straatjes. En daar was het echt een andere omgeving. Dit was het eerste gebied in de Sanchez waar ze echt 9 blokken, 3x3, het wilden invoeren. En, je hebt ook een paar foto's om te laten zien hoe het... Je kan op de monitor kijken. Oké, sorry. Ja. Hoe het in zijn werk gaat. En hoe... Eigenlijk het belangrijkste is, hoe heeft het verkeersplan jouw leven in die wijk veranderd? Het is ingrijpend, hè? Ja, het was raar, want we kwamen terug van vakantie. En er was alleen maar onder in het blok een poster die zei van, ja, vanaf morgen zijn alle rijrichtingen veranderd. En dat was het dan. Dat was de hele inspraakprocedure. Dat was de inspraakprocedure. Het was een proefproject en de gemeente had iets van, ja, we voeren het eerst in en daarna gaan we met de bewoners praten om te kijken wat we precies ermee kunnen doen. Maar er waren ook een aantal bewoners die hadden iets van, ja, als het een proefproject is, als het dan niet succesvol is, dan kunnen we het ook weer afschaffen. En heel veel buurtbewoners waren een beetje zoiets van, hey, hoe moet ik nu naar mijn parkeerplaats toe? Onder alle gebouwen zitten parkeerplaatsen. Hey, ik moet nu omrijden, het is allemaal lastig. Er is heel veel... Ten eerste is het de auto die je aanraakt. En dat is dus ook in Barcelona een heilige koe. En ten tweede, verandering. Alle verandering is slecht. En omdat er geen inspraakprocedure was geweest, was er ook heel veel politieke druk op de gemeente. En de tweede dag van het superblok was er op de nieuwszender, op TV3... De Catalaanse nieuwszender was er een interview met een ambulancechauffeur die zei dat hij 3 uur te laat kwam bij een patiënt omdat hij niet door de superblok kon rijden. En heel veel mensen die dus niet wisten wat een superblok was, want het is een nieuw woord, had iets van ja, kan de brandweer niet komen? Wat moet dat nou? Hoe kan dat nou sterven in het superblok enzovoort? En vervolgens waren heel veel mensen van ja, ze hebben de auto's weggedaan, maar nu doen ze er helemaal niks mee. Het is gewoon een woestijngebied, onveilig. En ik vond het een beetje onzin, omdat ik zoiets van, ja, open ruimte is ook prettig om op straat te zijn, ook al is er niks. Maar die open ruimte is, dat zien we... Dat is er nu minder, omdat ze... Heel goed aan de before en afters. Ja. De openbare ruimte is juist gevuld met beelden, op straat geschilderde spellen, bankjes, speelplaatsen. Het is echt ongelooflijk hoe de ruimte gebruikt wordt. In het begin was het niet gezegd, we hebben zoveel geld om het in te richten of het gaat zo lang duren. En het heeft meer dan een jaar geduurd voordat ze echt maar duidelijk hadden wat ze precies wilden doen en dat ze ook dingen deden. Dat het duidelijk was welke regels ze moesten toepassen, omdat bijvoorbeeld de fietsers die moeten in beide richtingen kunnen rijden, maar de straat is één richting. Maar ze moeten wel een plek hebben op de straat. Hebben ze met de ronde cirkeltjes aangegeven dat de fietsers ook in de tegengestelde richting konden komen. Op het gebied dat voor de auto's is. De auto's hebben nog steeds lijnen. Dat is een van de dingen die ik zelf
nooit had gedaan. Ik had zoiets alle lijnen weg en dat de auto's zich onzeker voelen. Maar er is regelgeving en voor slechtzienden zijn er bultjes op de weg, zodat ze weten dat er een rijvak is. Is dat dus het beeld rechtsonder met die bulten? Nee. Rechtsonder is een gebied waar... je ziet het hier linksonder. Naast de witte lijn zie je allemaal bultjes. Dat is voor de slechtzienden. Ja. Maar na een jaar hebben ze dus uiteindelijk banken en stoelen neergezet. In Barcelona mag je niet op straat drinken en ook niet op straat eten. Maar als de gemeente de tafels en banken neerzet, mag dat wel. En het is 80% van de ruimte van de tijd worden die tafels gebruikt. Van 8 uur 's ochtends tot 3 uur 's nachts. Heel veel buurtbewoners moeten regelmatig de politie bellen om... geluidsoverlast te tegen. Omdat te iedereen daar nog een gezellig glaasje zit te drinken. Ja. Tot diep in de nacht. Wat wel voor mij was... In Barcelona heb je een kleine huis. En ik kwam wel veel op straat met de kinderen ook. En gingen we naar de parken toe. Sinds dat het superblokker is, is echt het straatleven echt enorm toegenomen. Dat gewoon onder ons huis het gewoon prettig is om op straat te zijn. Heb je ook je buren beter leren kennen? En we hebben elkaar echt veel beter leren kennen. Ook omdat er een groepje buren was die het dus wilde afschaffen. En een aantal politici zoiets hadden van... het zijn wel buurtbewoners, we moeten naar de buren luisteren en kijken wat ze te zeggen hebben. En met de buren die we het wel een goed idee vonden, hebben we dus ook een groep opgericht om het idee te steunen en organiseren dingen. Maar vroeger als ik naar de supermarkt ging, dan deed ik er 10 minuten over om te komen. Lopend. En tegenwoordig doe ik er 3 kwartier over, omdat ik gewoon op straat de buren tegenkom. En, het is hinderlijk, want je moet wel langere tijd inplannen om overal te komen. Voor mij is het superblok echt iets... het heeft veel meer gevolgen dan dat ik had verwacht. Heeft het vooral gevolgen voor het verkeer of is het ook de leefbaarheid? Ik denk de leefbaarheid. Het is gewoon een prettige plek om er te zijn. Voor het verkeer heeft niet eens zo heel veel gevolgen. Omdat je uiteindelijk met de auto kan je nog steeds overal komen. Wat denk ik belangrijk is als je, omdat ik het nu woon en je langere tijd er zit. Besef je dingen die je pas merkt als je weer buiten het superblok komt. Bijvoorbeeld in het superblok hebben ze de stoplichten afgeschaft. En er moet dus die communicatie zijn tussen de verschillende weggebruikers. En als je dan buiten het superblok komt en je staat voor een stoplicht, en dan denk je echt van ja, het is eigenlijk absurd dat we om auto's de ruimte te geven, 1,5 meter breed, 30 seconden lang groen hebben om een straat over te kunnen steken. Dat is eigenlijk heel erg raar. En zeker in Barcelona, wat wel een heel erg een wandelstad is, veel meer dan Amsterdam, qua dat het een fietsstad is, staan er vaak veel meer mensen voor het stoplicht te wachten als voetganger. Dat er mensen gebruik maken van het groen in de auto. Een ander ding is, in Barcelona heb je overal verkeer. En in het superblok, als ik met mensen sta te praten en er komt een auto langs, dan stoppen we met praten. Terwijl als je buiten Barcelona zit, dan heb je gewoon altijd auto's. En we zijn dus niet aan het praten, we zijn aan het schreeuwen met elkaar. En ik denk dat dat echt wel ervoor zorgt dat je veel relaxter bent. En een derde punt, vooral in het begin was dat zo, omdat het nu veel meer volgezet. Als je midden op straat loopt en op straat praat met mensen, is het heel anders dan dat je op de stoep naast de gevel. Een groepje naast de gevel is een hanggroep, jongeren, wat dan ook. Maar als er 3 of 4 mensen in het midden van de straat staan te praten, nodigt dat uit om mee te praten of om erbij te komen staan of te luisteren. Want het lijkt erop alsof het echt, je maakt gebruik van de openbare ruimte. En echt de centrale, het meeting point is in het midden. En hij zei eerder van je moet de auto misschien uit het midden van de weg weghalen. Ik denk dat het echt belangrijk is, want de centrale plek voor overal in de stad is voor de auto. Terwijl we worden uit de hele wereld komen en te kijken naar superblokken. En we zijn uitgenodigd naar IJsland om een praatje te houden. En hebben we een presentatie gemaakt. En een van de beelden die we gebruiken is uit 1910 met brede straten. En dan zie je gewoon dat iedereen op het midden van de straat loopt. Dat is de natuurlijke plek voor ons om te zijn. De straat als plein. Ik moet zo lachen, Patrick, want we hebben net met Marieke besproken hoe we ons ontzettend ergeren aan al die mensen die midden op straat gaan lopen hier. Ik ben fietsen. Barcelona is echt een wandelstad. Ik denk dat het aandeel fietsers veel minder is. Het is nu ook
De strijd voor de openbare ruimte is heel groot. De fietspaden waren tot voor kort op de stoep. En in de afgelopen 4-5 jaar zijn ze alle fietspaden naar de rijbanen aan het verleggen. Zodat ze minder conflicten hebben met voetgangers, fietsers. En ze zijn alle geparkeerde motoren van de stoep naar de rijbaan ook te brengen. Als alle er zijn veel meer parkeerplaatsen voor motoren op de straat en niet meer op de stoep. Langs de straten. Ja, want hier heb je de brommers, maar Barcelona is de Europese stad met de meeste motoren per vierkante meter. Motoren en scooters en... Scooters minder, motoren. Ja. Ik vind het ontzettend leuk om te zien hoe ons gedrag gestuurd wordt door wat er op de weg staat. En we hebben daar een heel leuk voorbeeld van uit Amsterdam. Bert Wouters, wil je even naar voren komen? Bert is kunstenaar uit Amsterdam-West. En jij hebt een voorstel gedaan. Ik kom even naar je toe. Je hebt een voorstel gedaan, Bert, voor een bijzonder soort zebra. En hoe ziet het eruit? Vertel. Het is een... Het is een 3D zebrapad, noemen we het. Het is al in IJsland, is het al eerder gemaakt ook. En het is een bestaand zebrapad met de normale afmetingen. Maar er zitten een paar grijze en een paar zwarte strepen omheen. Waardoor je dus een optische illusie krijgt. Dus, en dat werkt psychisch op je. Je gaat vaart minderen. En het is in de witte de wit. We gaan even eerst naar het IJslandse filmpje kijken. Want dan weten we ook hoe het daar werkt. Ik zag die IJslandse auto helemaal geen vaart minderen. Die ging zeggen, zoef. Waarom denk je dat het toch werkt? Ik denk dat het psychisch is. Ik denk op het moment dat je een zebrapad ziet, dat je sowieso vaart gaat minderen. En met dit effect wat je hebt, dan ik denk dat het heel goed werkt. En hoe is het ontvangen door het stadsdeel of door wie erover gaat? Het stadsdeel was heel enthousiast en... Maar ze zijn toch een beetje bang nog om het uit te gaan voeren. En wat ze nu voorgesteld... Waar zijn ze bang voor? Ze zijn bang dat er als iemand dat gaat schrikken en dat zebrapad ziet... en dan volop zijn rem trapt en degene die erachter rijdt, die erachterop klapt. Ik denk op mijn beurt, dan rijden ze eruit. Maar, ja. En te dicht op elkaar. Ja. Kind kan de was doen. Ja. Ja. Ja, dus nu hebben ze het voorstel om het eerst op het fietspad uit te proberen. Want we fietsen te hard. Wat? Nou ja, dat is dus ook een beetje onbegrijpelijk wat mij betreft. Want het ging over het autoverkeer af te laten remmen en niet over de fietsen. Nee, dacht ik niet. Maar dit is eigenlijk een experiment om te kijken hoe het ontvangen wordt. Ja, precies. Want ik kreeg heel veel aanvragen van andere mensen, ook aan andere plekken uit de stad. Want iedereen was al heel enthousiast. Ja. Alleen nu het stadsdeel nog. Jij woont in Amsterdam-West en dit is bedoeld voor welke straat? De Witte de Witstraat. Uh-huh. En er wordt te hard gereden. Dat is jou al een tijd een doorn in het oog. Ja, precies. Dat is, sinds de tram daar weg is, oktober 2016, is het veel harder gegaan, het verkeer. En ook scooters, maar met name auto's, die gaan erg hard. Ja. En wat doe je in het dagelijks leven? Wel meer dan zebrapaden ontwerpen natuurlijk. Het is ook niet mijn eigen ontwerp, want het was al bekend in IJsland. Maar ik ben beeldend kunstenaar. En ik heb een galerie en een atelier op de Witte de Witstraat. En dit is gewoon een goed idee van een burger? Ja, precies. Zo kan je het zien. Ja, een burgerinitiatief. En aan wie kunnen wij een brief schrijven om te zeggen dat ze het moeten doen? Jeroen van Berkel, denk ik. Dat is die heeft het portefeuille verkeer in zijn
onder zijn, hoe noem je dat? Hoede. Ja. Van Stadsdeel West. Okay. Dus ja, ja. Ik vind het een heel vrolijke toevoeging aan het stadsbeeld. Het is ook kunst, het is mooie kunst in de openbare ruimte. Ja, plus je wordt er ook vrolijk van. Ja. Bert Wouters, dankjewel. Ik hoop heel erg dat het er komt. Ik hoop het ook, ja. Dankjewel. Dankjewel. Patrick, jouw superblok, daar blijft het niet bij, hè? De gemeente heeft grote plannen. Ja, het idee is, of het idee uit een plan uit 2015 is om 500 superbloks aan te leggen in de hele 500? Stad. 500, ja. Omdat alle straten in Barcelona dus hetzelfde drukte hebben, willen ze zeg maar een hiërarchie aanbrengen zodat zeg maar, de stad een stuk leefbaarder wordt. Omdat het echt Barcelona jaar na jaar wordt door Europa berispt omdat ze de luchtvervuilingsgraad overschrijden. Echt een mondiale trend, hè? Ja. Maar hoe werkt het nou? Want als je drukt in de superblok, dan stulpt het eruit aan de randen. Al die auto's. Ja, het is natuurlijk een heel pakket aan... Je hebt daarmee niet minder auto's meteen. Nee, het beleid is op gericht, geloof ik, om 21% van het autoverkeer terug te dringen. Waardoor zeg maar, de straten die zeg maar, overblijven, die niet in een superblok liggen, meer of meer dezelfde verkeersdruk krijgen. Komt daar het verzet vandaan? Van de buren die met de overloop van... De buren die zich verzetten in ons geval was het duidelijk omdat ze mensen waren die zelf de auto gebruikten. En nu de bus door hun straat kregen. Dus niet alleen, ik denk dat vooral de bus iets is als je op de eerste verdieping woont en dan komt een stadsbus langs. En de stadsbussen in Barcelona komen elke 6 minuten langs, geloof ik. Ja. Dus dat, ik denk dat daar vooral naar kwam. En het waren ook mensen uit de duurdere huizen uit de wijk. En, ja, het was een advocaat, een gepensioneerde en een marketingman. En het is een ideale combinatie om heel veel druk uit te oefenen. En waar ook mensen niet gewend waren om zeg maar, te verliezen. En ja, het was echt, na een jaar is het echt nu heel duidelijk dat er geen weg meer terug is. Omdat het gewoon gebruikt wordt. Iedereen is lyrisch over. Mensen komen speciaal naartoe om de tijd door te brengen. Steeds meer mensen willen er komen en ook heel veel mensen die zeg maar, in kantoren in de buurt werken, want het is een woon-werkgebied met heel veel kantoren, die gebruiken het ook. En ik denk dat heel veel mensen die er werken door het superblok daarna voor hebben gekozen om met openbaar vervoer of met de motor of met de fiets te komen. Mm-hmm. Ik denk dat dat echt wel ook zoiets van, als de gemeente het prettig maakt op straat te zijn, dan kom ik gewoon niet meer met de auto. Ja. En waarschijnlijk heeft de gemeente er ook van geleerd dat als je mensen enthousiast wil maken, moet je niet een jaar over doen om de zaak in te richten. Het superblok wat ze na de onze hebben ingericht, daar is iedereen heel lyrisch over. Hebben ze met alle commercianten, alle winkels gepraat. En het is ook een gebied wat onder druk staat van toerisme. En daar is iedereen echt heel erg blij dus mee. Dus er is wel een leercurve. Ja. Voor die Tracy TV, die is op mijn website te zien, sprak ik ook met een buurman van jou, Carles Peña. En hij zei, ja, we zaten op een bankje tussen stukken groen. En hij zei, ja, dit was vroeger een vierbaansweg. En ik woonde hieraan en ik hoorde alleen maar auto's. En nu word ik wakker met het geluid van de vogels. Ja, het is ongelooflijk het verschil om in één gebied te wonen. Voor en na is echt een enorm verschil. Ik ben altijd lopend met de kinderen naar school gegaan en ik moest die straat, het was geen vierbaans, maar een zesbaans weg waar iedereen 80 reed. Wow. En ja, in Barcelona is het allemaal eenrichtingverkeer, dus alle auto's gaan allemaal dezelfde kant uit. En er is dus weinig ongelukken die echt maar, zeg maar dodelijk zijn, behalve op de kruispunten. En iedereen gaat echt zo hard als die kan tot het volgende stoplicht waar het weer rood is. Ja. Nou, Patrick, ontzettend interessant internationaal voorbeeld van hoe het inrichten van de openbare ruimte ons gedrag kan sturen. Ja. Dankjewel voor je komst. Graag gedaan. Ik zat nog te denken, ik stel me de stoonde toeristen voor op de fiets die dan ineens een 3D-zebrapad tegenkomen en ze blijven daar echt 1,5 uur naar kijken. Hilarisch, dankjewel. We hebben het al over de ongelooflijk getalrijke
voertuigen op de straten in Amsterdam. En één daarvan is iets wat echt niet inheems is, de tuk-tuk. En Gerrit Kloppenburg heeft een boek geschreven over de tuk-tuk en de tuk-tuk company. Gerrit, kom vertellen. Je boek is uit, net uit, komt uit? Net uit. En jij was oprichter van de tuk-tuk company. Maar waarom moeten we de tuk-tuk hebben? We hebben al veel te veel soorten verkeer op straat. Ja, het ging toen de tijd, was de taxioorlog hier in Amsterdam volle bak aan de gang. Toen begon ik zeg maar met iets nieuws, omdat ze de korte ritten hier structureel geweigerd werden. En eigenlijk gaat het boek over hoe innoveer je op het gebied van vervoer. Hoe zorg je dat er andere dingen ook toegevoegd worden. En dat is waar het boekje eigenlijk over gaat. Van dat je ziet voor de eerste keer dat de gemeente denkt, ja, maar hoe moet je tuk-tuks of hoe moet je elektrische deelscooters, hoe moet je dit nou op een goede manier in een stad brengen? Wat? Dus het is eigenlijk niet een pleidooi zozeer voor de tuk-tuk? Nee, het is ja, natuurlijk in Bangkok. Ik ben trots dat dit Amsterdamse bedrijf wat ik ooit heb opgericht nu een prijs krijgt in Bangkok. Waarbij we gewoon als meest, ik ben eruit, ik heb geen aandelen meer, maar dat het tot meest duurzame, innovatieve bedrijf, omdat we die hele boel geëlektrificeerd hebben. En het is een onderdeel van navervoer vanaf stations, net zoals de OV-fiets is, et cetera, et cetera. Het is een onderdeel van het palet. Maar het interessante is hiervan dat ik ooit toen genomineerd werd voor Amsterdammer van het jaar. En dat ik in Amsterdam, ik weet nog dat Cohender zat en Tjeerd Herma. En dat ze dan zeiden van ja, nee, maar je mag wel mensen voor 3,50 rondrijden. En Amsterdammers belden echt massaal. Het was echt niet te geloven. Taxi Grijping zat er toen nog. Die belden echt allemaal van mogen we zo'n ding. Want de TCA weigert die korte ritten rijden met die hap. Maar en 3,50 is niks. Nee. Maar wat dan de gemeente toen der tijd zei, en dat merken we dus nu nog steeds, en dat soort dingen is zo belangrijk, dat ze zei, ja, maar je moet 14 verschillende stadsdeelvergunningen aanvragen om te mogen exploiteren. Nou, toen zei ik tegen Cohen, jongens, het is allemaal leuk en aardig, maar we rijden gewoon door. En dan krijg je wel de Amsterdamse mentaliteit, en daar hou ik heel erg van. Die zei, natuurlijk, rijden met die hap. En we kregen opeens vrijbaan op de Dam. Hè. Amsterdamse politiechauffeur die zei, kom maar, je mag voorop komen staan, reizen maar weg. En het gaat dus over vernieuwing, het gaat over publieke ruimte, het gaat over hoe regel je het op een goede manier in. Want ik ben nu ook betrokken bij elektrische deelscooters à la Felix. Als je dan ziet hoe dit soort innovaties, hoe vaak het gebruikt wordt op station Amstel, op station Lelylaan, hoe belangrijk dat is om dat navervoer, om die auto's eruit te drukken, om te zorgen dat er alternatieven zijn, maar dat de publieke ruimte vrijkomt om te kunnen leven en wonen. Daarna wandelen, daarna pas fietsen. En dan heb je heel veel type vervoer wat juist veel minder ruimte in beslag neemt dan een enorm lange grote hummer of een grote auto. En dat vind maar wel heel veel soorten, verschillende soorten verkeer. Mevrouw had het over de brommer, over de scooter, over de step, over die dikke vette iGo die ik van de week in de stad zag. Je krijgt weer een ander soort chaos. Ja, maar de vraag is heel erg wat nou eigenlijk het echte probleem is. Ik doe hier ongelooflijk veel werk voor de bereikbaarheid van de metropool Amsterdam. Als we het over 25.000 dieselbestelbusjes hebben die voor de pakketten de stad in en uit komen zeilen. Als je dan een voorbeeld hoort van deze man van Amsterdam Metropolitan Institute over om dat soort dingen op een andere wijze te gaan organiseren over water. Maar ook met kleinere voertuigen. Dus wat we nu doen, we zetten die kleinere voertuigen zetten we op de stoep. Nou, daar moeten ze natuurlijk sowieso niet komen. Want we moeten eerst zorgen dat we ruimte hebben voor die wandelaars. Maar er is meer dan zat ruimte voor veel kleinere elektrische voertuigen. Die zeg maar op een plek van een gigantische auto kunnen staan. Dus we heel vaak redeneren we de. Hoeveel Felixen krijg je op de plek van één Hummer? Ja, die man zei het net zo mooi met fietsen. Dat zijn 16 verschillende fietsen. Maar die andere mevrouw maakt ook een hele terechte opmerking. Op een gegeven moment moeten die brommers en dat snellere verkeer, dat moet richting rijbaan. Daar is, en dan zorg je dat je met veel kleinere voertuigen veel meer doorstroom kan krijgen. En tuk-tuk was ooit één van de innovaties. Ik ben betrokken bij Fastnet. Maar die krijgen ook geen vergunningen om een elektrisch tankstation, snellaadstankstation, maar dat gaat ook over publieke ruimte. Mensen snappen niet dat we niet deze mooie stad met 10.000 publieke oplaadpunten, dat doen we, dat is niet de bedoeling van de publieke ruimte.
de bedoeling van de publieke ruimte is dat we straks gewoon gaan snelladen in de randen van de stad, zoals we dat vroeger met benzine ook deden. Maar dat soort dingen zijn zo belangrijk om innovaties, en daar gaat dit boek eigenlijk over, over Kafka-achtige tv. Laat zien. Eerste. De eerste. Ah, en hoe komen we eraan als we dat willen? Ja, ik heb hem zelf uit. Het was ook zo'n slim plan om hem zelf uit te gaan geven. Dus je kan hem alleen via www.geertkloppenburg.nl gewoon via mijn eigen site bestellen. Het is gewoon online. En als mensen interesse hebben. En ik wilde hem aan jou geven. Dat vond ik ook aardig. Dankjewel, en, Geert. Alsjeblieft. Dankjewel. Straks voor een ieder ter inzage. Nu onze laatste spreker, Fred Veddes. Ik moest jullie even vertellen voor degenen die hadden gezien dat nu Frank Bakker hier had zullen spreken. Frank heeft helaas moeten afzeggen om gezondheidsredenen. En toevallig kreeg ik net een e-mail van Fred Veddes, wel bekend van boeken over stedenbouw, geschiedenis van de stad. Gisteren verscheen zijn nieuwe boek over de Dam, gisteren. Dat hij bezig was aan een nieuw boek over fietsen in Amsterdam, Fietsstad Amsterdam. Dat zal in april verschijnen bij uitgeverij Lubberhuizen. En hij geeft ons nu alvast een preview en gaat ons vertellen, iets wat ik niet wist, dat Amsterdam in de jaren 60 bijna de fiets er gewoon uit had gegooid. Want we hadden immers de auto. Er was geen plek meer voor de fiets. Het is nu echt gewoon je niet meer voor te stellen. Hè? Fred. Ik moet mij verontschuldigen dat ik nog een beetje met mijn hoofd op de Dam zit. Dus vandaar dat ik hiermee ben begonnen met een plaatje van een bijna buitenaards mooi voertuig. Het prototype van de witkar uit 1967 was het. Hij lijkt trouwens ook wel een beetje op een prototype van de nieuwe drone-auto, waar u gisteren misschien hebt gehoord. Ik ben een boek aan het schrijven, Fietsstad Amsterdam. En daar ga ik iets over vertellen, maar het zal u opvallen dat het nogal een poosje duurt voordat ik het over de fiets zal hebben. Het gaat wel meteen over de stad, en dat is ook mijn invalshoek. In dat boek. De stad is een evenwichtsoefening. En dat geldt in het bijzonder voor de stad als bewegingsruimte. Dus niet, ik heb het niet over de stad als verzameling gebouwen, maar als de ruimte, de verkeersruimte ertussen, waar alles beweegt en stroomt. Dat verloopt soepel of het botst. En dat evenwicht tussen die verschillende krachten, die verschillende snelheden, dat is een voortdurend dynamisch evenwicht. Soms lijkt het even te kloppen, maar al snel verandert er iets, omdat er nieuwe krachten aan toe wordt gevoegd, nieuwe vervoerswijzen of een nieuwe balans in de verhouding tussen die bestaande krachten. En je ziet op deze foto, het is 1958, op het Muntplein, zie je ook een indruk van wie is sterk, wie is zwak en hoe wankel is dat evenwicht. Oorlog in de stad of oorlog op het wegdek, zoals Tracy het thema oorspronkelijk had geformuleerd. Dat kun je zien als een verstoring van het wankele evenwicht. Maar je kunt oorlog ook zien als het wild zwaaiend met je armen op zoek zijn naar een nieuw evenwicht. En misschien is dat op dit moment wel aan de hand. De discussie over van wie is de weg en de drukte in de stad heeft wel iets van dat we met z'n allen ontzettend staan te zwaaien en proberen weer in evenwicht te komen. Dat is niet voor het eerst, dat is een paar keer eerder gebeurd in Amsterdam. En deze oorlog van nu is misschien niet eens de allerergste. Ik wil even een uitstapje maken naar de late middeleeuwen. Komen we toch weer op de Dam uit. Toen was alle activiteit. Ja, zeker. Ik ben heel snel weer terug. Alle activiteiten in Amsterdam was toen geconcentreerd op de Dam.
Dat was een verkeersknooppunt, een trefpunt, markt, haven, marktcentrum, of een machtcentrum. Iedereen wilde daar zitten. En dat is een belangrijke voorwaarde voor een levendige, vitale stad. Dat er heel veel gebeurt. Alleen het is ook dat is een wankel evenwicht. En als het net even te veel wordt, dan kan het vastlopen. En dat gebeurde zo halverwege de 15e eeuw. In dat toch behoorlijk kleine hart. En de stad was heel succesvol en er wilden zoveel mensen daar zitten dat het vastliep. Met andere woorden, het verkeer, de beweging reguleerde niet meer zichzelf, of in ieder geval niet goed. En dus moest iemand optreden, het stadsbestuur, om het te reguleren. En dat stadsbestuur dat deed het ook met een soort aarzeling, dat gebeurt wel vaker. En het moest natuurlijk eerst ook nog leren hoe dat gaat. Want ja, hoe doe je iets wat je nog nooit eerder hebt gedaan? Als je achteraf terugkijkt naar wat ze toen hebben gedaan, dan kun je dat in een paar strategieën samenvatten. Die eigenlijk nog steeds herkenbaar zijn. Hoe maak je een betere plek voor het verkeer? Hoe geef je het verkeer de kans om een nieuw evenwicht te vinden? Dat kun je doen door ruimte te maken. Dat ging toen door te slopen of een stuk van de Amstel te dempen. En dat is, in die tijd zijn ongeveer 100 huizen rond de Dam gesloopt en een stuk gedempt. En dan had je extra ruimte. Dat doen we tegenwoordig liever niet meer, maar nu kunnen we nog ruimte maken door ondergronds te gaan. Tweede is activiteit verplaatsen. Eerst zat alle activiteit van de markt op de Dam en het stadsbestuur probeerde om dat uit te plaatsen naar verschillende delen van de stad. Dat was lastig, want al die marktkooplieden wilden natuurlijk graag zitten waar iedereen zat. Dus dat was een kwestie van lange adem. Het derde was slim reguleren. Dus je zou nu zeggen de smart city. Met alle innovaties als eenrichtingsverkeer in de stegen naar de Dam. Parkeerverboden voor vrachtsleden. En die zie je hier op het plaatje vooraan. Dat was het bestelbusje van toen. En ook de markt werd sterk gereguleerd. U denkt misschien hier, wat ziet die markt er ontzettend ordelijk uit? En dat klopt ook. Want dit is al zo tegen 1600, toen ze al heel lang bezig waren om dat te ordenen. En toen hadden ze de markten ook heel strikt gereguleerd. Dus in het begin, in de middeleeuwen, kon je alles altijd overal verkopen. En gaandeweg werd dat geordend. Dus hier zie je de maandagmarkt. En die maandagmarkt was uitsluitend voor boter, kaas en eieren. Dus op andere dagen had je andere. Dus om die beperkte ruimte goed te gebruiken, was het maken van regels en het handhaven ervan ook toen al een belangrijk item. Dus het werkte wel, maar het probleem was dat de stad nog steeds succesvol bleef. Dus zeg maar, terwijl de problemen werden opgelost in die ruimte, groeiden de problemen ook weer aan. En het probleem van de drukte en de congestie, dat groeide sneller dan de oplossingen konden bijhouden. En dat veranderde pas halverwege de 17e eeuw, dus na 200 jaar. En wat je daarvan voor nu kunt leren is, die drie strategieën die je nog steeds kunt toepassen en ook je moet geduld hebben. En de tweede grote evenwichtstoornis was na de Tweede Wereldoorlog in de jaren 50, toen opeens de auto veel massaler opkwam dan van tevoren was bedacht. In 1930 werd er nog gedacht, ja, we hebben nu 1 auto per 100 inwoners in Amsterdam. Dat worden er veel meer, hooguit, of misschien wel 4 auto's per 100 inwoners. En daar werd toen ook het verkeersstelsel op ingesteld in het algemeen uitbreidingsplan. Nou, dat plafond werd ergens in de jaren 50 doorbroken en het ging maar verder omhoog tot er uiteindelijk in 1980 1 auto per 4 inwoners was. Dus dat was veel en veel meer en
Veel meer dan waar er ruimte voor was gereserveerd. Toen had je inmiddels meer dan 200.000 auto's in de stad. En je moet kunt ervan uitgaan dat als je 100.000 auto's wilt parkeren, dat je 1 vierkante kilometer daarvoor nodig hebt. En dan staan ze echt hutje-mutje. Dus 200.000 of 300.000 auto's ergens geparkeerd in Amsterdam, dat is een ongelooflijke hoeveelheid, een ongelooflijk ruimtebeslag, die natuurlijk afging van ruimte om te fietsen of te spelen of te lopen op de stoep. En dan zie je beelden als deze in de Leidse straat op het Leidse plein in de jaren 70, een prachtige parkeerplaats. En ook de torensluis waar nu Multatuli staat, dat was ook kon je ook parkeren. Dat zijn de kerncijfers van dat evenwicht of dat wanevenwicht van toen. En wat daar ook nog bij hoort, dat is het aantal doden in deze oorlog. En dat was zo rond 1970, zie je. Waren ongeveer 100 verkeersdoden in Amsterdam per jaar. En nu zijn het er 10, 15, zoiets. En dat vinden we al eigenlijk veel te veel. Dus dit was een dramatische situatie, een oorlogssituatie. En daarna is er op zoek gegaan naar een nieuw evenwicht. En dat was ongelooflijk lastig, maar uiteindelijk werd dat gevonden in wat eerder al aan de orde is geweest. Proberen om steeds die ruimte voor de auto weer onder controle te krijgen om te beginnen. Je had in de jaren 70 200.000 parkeerplaatsen in Amsterdam. En daarnaast waren 60.000, 70.000 auto's iedere dag fout geparkeerd. Dus dat was een soort wildgroei. Dat stond op stoepen of op plaatsen waar je eigenlijk zou moeten kunnen fietsen. En om dat onder controle te krijgen, om dat terug te dringen, dat is een soort gestage oorlog geweest, zou je kunnen zeggen, die tientallen jaren heeft geduurd. En ondertussen het opbouwen van een fietsnetwerk, van het oplossen van al die duizenden en duizenden rotte plekken in de stad, die vervelend zijn als je fietst. Eigenlijk iedere straathoek moest worden vrijgemaakt van geparkeerde auto's, zodat je weer veilig kon zien wat er aankwam. Nou, dat is, zoals eerder ook al even is genoemd, dat is een strijd geweest die net als het destijds in de late middeleeuwen tot de 17e eeuw een hele lange adem heeft gevergd. 40 jaar zijn er voorbij gegaan sinds het begin van het fietsbeleid in 1978. En wij klagen. Ik zal even laten zien. Dit was het beeld van de toekomst in de jaren 60. Dit is in Londen. Maar we hadden natuurlijk in Amsterdam de gebroeders Das met eenzelfde soort beeld. Rechts de behouden binnenstad, links de Helmerbuurt en de Kinkerbuurt slopen en daar groen met hoogbouw. En daartussen die spaghetti met snelweg die uiteindelijk toch ook gewoon aangelegd is, maar dan een paar kilometer verderop, dus de A10. En het enige echte rare hiervan is dat er op dat hele plaatje geen enkele fiets te bekennen valt. Dus daar zaten ze totaal mis in hun blik op de toekomst. Gelukkig maar dat anders is gelopen. En nu hebben we ook onze problemen, daar is deze avond over gegaan. Maar ik zou dat graag in het licht van dat wat langere verleden willen zien. Het is een beetje uit evenwicht nu. Veel minder dan het in de jaren 70 was. Maar we moeten wel weer een nieuw evenwicht gaan zoeken. En misschien is die cyclus van 40 jaar fietsbeleid nu ongeveer voorbij. Alles wat in de jaren 70 nagestreefd werd, wanhopig nagestreefd werd, is nu ongeveer bereikt.
Dat ging trouwens, dit is nog een beeld van de verwarring van de auto moet hoe dan ook door de stad kunnen rijden. Dan hou je aan weerszijden stoepen over waar je niet kunt lopen. Waar je eigenlijk alleen maar fietsen kunt parkeren, maar dat mag niet. In die 40 jaar is onder andere door de organisatie van fietsers, de ENFB, met demonstraties, maar ook met heel gedegen, geduldig inventariseren van problemen, de knelpunten, is een situatie bereikt waarin een vrouw die met haar kind achterop op de fiets zit, niet meer door de politie wordt aangehouden, zoals op het linkerplaatje uit de jaren 50, maar die staat pontificaal op de foto in een nota van de gemeente over het fietsbeleid. Dit verhaal vertel ik in het boek Fietsstad Amsterdam. En dan is, dit is nog even buitenland, en dan is de vraag aan het eind, wat moeten we gaan doen in de volgende 40 jaar? Een paar aanzetten zijn vanavond al genoemd. Fietsstad next level, wat houdt het in? Nog minder auto's, nog meer fietsen en aanverwant vriendelijk langzaam vervoer dat toch snel genoeg is. Inclusieve fietsstad lijkt me interessant om verder uit te werken. Dat je inderdaad als ouder, als je ouder bent, dat je kunt blijven fietsen. Maar dat je ook kinderen van jongs af aan gewoon op straat kunt leren fietsen. Dat vanzelfsprekend is of blijft. Misschien dat je zelfs al die toeristen waar iedereen een hekel aan heeft, dat je daar iets, dat je daar een positieve draai aan kunt geven. Dat Amsterdam niet een raar soort exotisch wildwaterkanoën is, maar dan voor de fiets. Maar dat we van Amsterdam een soort fietsschool, een praktijk fietsschool maken voor iedereen van over de hele wereld, met de hoop dat zij de boodschap van wauw, het is fantastisch om te fietsen in een stad, meenemen naar hun eigen stad en daar ook hun fietsbekwaamheid verder ontwikkelen. Er is nog voldoende te bedenken en te bespreken. Mijn boek verschijnt in april, ook in het Engels voor al die mensen uit het buitenland. En misschien is het tegen die tijd ook een goede aanleiding om verder te praten over die fietsstad Amsterdam Next Level. Dankjewel. We zijn aan het einde van onze avond gekomen. Ik wil al onze geweldige sprekers, het waren echt een heleboel deze keer, wil ik jullie zeer bedanken voor je inspiratie en je woorden. Dank jullie allemaal voor je komst. En dan heb ik nog een nieuwtje voordat we samen een biertje gaan drinken. Dit is helaas de laatste editie van Stadsleven in de Balie. We gaan niet ophouden, we gaan verhuizen. We gaan naar Pakhuis de Zwijger. En ik hoop, we gaan hier met verdriet weg, want het is hier echt zo fijn. Mirjam, dankjewel voor al die 3 jaren... groot plezier hier. Ik hoop dat we in Pakhuis de Zwijger weer een ander nieuw publiek bereiken. En dus jullie ook blijven komen. Schrijf je in voor de nieuwsbrief. Blijf op de hoogte. De eerste editie is op 4 februari in Pakhuis de Zwijger. En dat gaat over het nieuwe feminisme, zoals het zich in de stad manifesteert. Van oudsher een podium voor activisme en protest. Onder de naam Toffe Wijven. En de Tof Wijf nummer 1 van Amsterdam, burgemeester Halsema, is een van mijn gasten daar. Hoop jullie daar te zien. Op naar het bier en dank voor alles. APPLAUS